Dus, dames en heren, behandelaars en trainers, van harte welkom bij dit chronisch pijnwebinar. En dit is de eerste in een reeks van drie. En we gaan het hebben hoe ik, maar inmiddels al lang niet meer ik alleen, maar hoe Physis Academy kijkt naar chronisch pijn. Veel belangrijke tools, vandaag heel veel tools aan patroonherkenning, intake. Gedrag van klanten. Ik heb er al heel veel zin in. Het liefst beginnen we meteen daarmee. Voor wie is het webinar? Het webinar is vooral voor behandelaars en trainers. Dus Physis Academy, waarbij je dit webinar nu volgt, is een opleiding dat richt zich op behandelaars en trainers, fysiotherapeuten, personal trainers, psychologen, coaches, diëtisten, mondhygiënisten, noem het maar op. Er kijken ongetwijfeld mensen mee die zelf ook chronisch pijn hebben, omdat je de advertentie voorbij ziet komen. Geen enkel probleem. Behandelaar, trainer of cliënt, je mag gewoon je vragen stellen in de chat. En ik ga kijken of ik elke vraag kan beantwoorden. Ik doe altijd mijn best van wel. En we gaan lekker beginnen. Want ik heb er super veel zin in. Vandaag nog even de puntje op de i gezet. En nogmaals dus, met zoveel mensen, idealiter stel je vraag in de chat. Want dan houden we het geluid in ieder geval op één richtingsverkeer. Want we zijn inmiddels alweer met bijna 60 mensen. Dus dat is een prachtig mooie groep. Nou, voor de mensen die denken, hey joh, wie is dat eigenlijk? Mijn naam is Timo. Timo Hans. En inmiddels Timo Hans Doorn, want ik heb tijdens het trouwen de naam van mijn vrouw aangenomen. En dit is mijn prachtige vrouw, Janneke. Zij doet heel veel belangrijke dingen voor Physis Academy, maar vooral aan de achterkant, dus die zie je minder. En ik zal hem ook even vergroten in beeld, maar moet je eens kijken. Mijn pareltjes, mijn grote trots. Twee dochters, Pip en Evie. En mijn vrouw is natuurlijk ook die derde trots, hè. Laten we daar geen twijfel over mogelijk laten. Maar dat is wie ik ben. En Physis Academy wordt dus gerund door mijzelf, mijn vrouw en nog een aantal andere mensen. Dat is privé, zakelijk, Nederland klachtenvrij in drie generaties. Dat is het doel van mijzelf. En ook vandaag ga je zien. En waarschijnlijk wel voelen dat ik een enorme passie en voorliefde heb voor klachten. En dus mensen klachtenvrij maken. En ik kies bewust voor klachtenvrij in drie generaties en niet gezond in drie generaties. Omdat er een bepaalde strategie achter zit. En ook vandaag ga je daar een beetje aan kunnen proeven. In eerste instantie doe ik dat met Physis Academy. Dat is een opleiding die inmiddels al bijna 7 jaar bestaat. Ruim 600 behandelaars en trainers opgeleid. Na afgelopen weken mag ik volgens mij al 650 zeggen. Waar we ze meenemen in het zes domeinen model, waar ik straks wat over ga vertellen. Het tweede bedrijf wat Nederland klachtenvrij maakt in drie generaties, is een stichting, Physis Educatie. Waar we datzelfde belangrijke gedachtegoed van het zes domeinen model over slaap, stress, ademhaling, voeding, bewegen. Opdelen in hele behapbare, makkelijke workshops. En aanbieden in het basisonderwijs, zowel kinderen, ouders en het liefst ook leerkrachten. En het derde bedrijf ben ik zelf als spreker. Dus ik ben ook bezig bij het bedrijfsfront, congressen, evenementen, grotere bedrijven. Om te spreken voornamelijk over stress. En stiekem ze natuurlijk ook wat mee te geven over die zes domeinen. En dat zijn de drie bedrijven die ik run. Ik run drie bedrijven in 3,5 dag, zeg ik altijd. En dat klopt nog steeds. En waarom doe ik dat? Omdat ik privé en werk net zo belangrijk vind. Dus ik wil gelijk tijd spenderen aan alle mensen in dit plaatje, inclusief mezelf. En daarnaast dus werkwise bezig zijn met deze drie prachtige bedrijven. En uiteraard is dat uitdagend en dat is ook niet zomaar gekomen. Maar op het moment dat je zelf een beetje ondernemend bent ingestoken en je bent bezig met hey, waarom ben ik aan het ondernemen, dan is dat vaak ook voor meer vrijheid en meer genieten van een gezin, bijvoorbeeld. Daarom noem ik dat soort dingen tussendoor om je ook wat extra te prikkelen. Goed, ik noem het zes domeinenmodel al een paar keer. Veel mensen die hier aanwezig zijn, kunnen dat model inmiddels dromen. Althans, de voorkant daarvan. En dat ziet er als volgt uit. Hè, in het midden, vitaliteit of physis.
Waar physis natuurlijk het vermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen betekent. Met daaromheen zes hele fysieke domeinen. Hè? Dus zowel slaap als stress, als het immuunsysteem, als voeding, als bewegen, als ademhaling, kennen een hele fysieke benadering. En daar ga ik je vandaag wat over bijleren. En als je een beetje kritisch bent als je kijkt, dan helemaal terecht, wees zo kritisch als je zijn kunt. En op voorhand kun je dan denken, joh, die gast heeft het makkelijk. Die gooit eventjes zes overduidelijke dingen bij elkaar en that's it. Cursisten die de zes domeinen cursus hebben gedaan of door zijn gegaan in de jaaropleiding weten dat achter die makkelijke voorkant een enorm ingewikkelde achterkant schuilt met heel veel relaties, waar alle relaties ook weer verbinding met elkaar hebben. En waar het weliswaar een uitdaging is om met dit model te werken, maar ik zie eigenlijk bij iedereen die de zes domeinen cursus volgt of verder gaat, veel meer werkplezier heeft, veel beter wordt in het begrijpen van de klant, vele mooie resultaten behaalt. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. En vandaag wil ik het met jullie hebben over dit motto tijdens de intake. En dat is het hoofdmotto van Physis Academy: denk veel en doe weinig. Dit is een houten kubusje wat mensen krijgen als ze de jaaropleiding afronden, als een reminder aan ja, dit enorm belangrijke hoofdmotto. Want ik, ja, elke casus, elke vraag die je krijgt, echt alles wat er voorbij komt, wat de aandoening maar is, wat het probleem maar mag zijn, het komt altijd neer op meer denken en minder doen. En ik ga dat dit webinar heel erg duidelijk maken wat dat betekent. Nancy geeft even aan, ik heb geen geluid. Ja, daar kan ik nu ook niet op reageren, maar gezien niemand anders klaagt over het geluid, zal dat op zich wel loslopen. Anders had ik wel meer reacties gehad. Dus Nancy, ik hoop dat je inmiddels geluid hebt, dan kun je me verstaan. en zo niet even een keertje opnieuw inloggen. Maar dat hoor je niet, want je hebt geen geluid. Dus dat is een lastige. Dus een van de motto's, en er staat even een groen stipje door, er ging iets mis in het omzetten van deze sheets. Maar. Klanten met chronisch pijn, want daar gaat het om vandaag, verdienen een behandelaar-trainer die veel denkt en weinig doet. Dat is het hoofdmotto van vandaag en natuurlijk een hele sterke parallel naar onze hoofdquote. Hoe gaat dat eruit zien? Wat kun je vanavond verwachten? Wellicht kun je vanavond voor het eerst verwachten dat we binnen de tijd klaar zijn. Dat zou zomaar eens kunnen. Ik ga het weer proberen. We hebben in ieder geval vier fysis-gerelateerde onderwerpen. Ik heb eerst een introductie naar de intake, namelijk de drie belangrijkste inzichten voor een goede intake. Kort hebben over ons aanbod, dat is 2, 3 minuutjes. Dan gaan we daadwerkelijk een hele chronisch pijn intake volgen, zoveel als we dat maar kunnen. Dus er is een vragenlijst ingevuld door een van onze specialisten. Een klant met chronisch pijn, of in ieder geval pijnklachten, die is ingescand en die heb ik hier toegevoegd. En we gaan die hele zes domeinen vragenlijst bij langs van hey, wat zijn relevante relaties? Waar kan de klacht vandaan komen? En vervolgens gaan we nog meer de diepte daarop in. Dus waarom een heel webinar aan een intake? Omdat bij physis de intake ja, gewoon als een huis boven water staat, dat het allerbelangrijkste is. Dus je vergaart praktisch alle informatie van je klant tijdens een intake. Althans wel met het physis gedachtegoed, want het gaat allemaal in één-op-één vraaggesprekken. Dus ja, voilà, we gaan dus heel veel extra expertise toevoegen aan de intake. En eerst voordat we überhaupt starten met wat voor vragen stel je en waarom stel je die vragen en waarom hebben sommige domeinen met elkaar te maken en wanneer is dat dan relevant met chronisch pijn? Dat zijn vragen waar we straks allemaal dieper op ingaan. Wil ik het eerst even hebben over drie dingen die je intake echt significant beter maken. Dus als je je beroep als behandelaar, trainer serieus neemt, is het altijd goed om te kijken waar kan ik verbeteren. Het is niet aan mij om aan jou te vertellen, dit moet jij beter doen natuurlijk. Maar er zijn bijvoorbeeld veel cursisten die heel veel met inhoudelijke kennis bezig zijn, maar daardoor vergeten hoe ze iets communiceren. Daardoor vergeten hoe ze een klant mooi kunnen meenemen in hun gedachtegoed, zodat ze altijd ja zeggen. In plaats van ja, uit te komen op weerstand en argumenten waarom ze het zouden moeten doen.
Dus het loont heel erg om eens te kijken naar de intake en eens uit te zoomen van, hey, wat doe ik als behandelaar en trainer tijdens de intake? En wat zou ik graag willen verbeteren? En ik heb vandaag gekozen voor deze drie punten. Allereerst, tijdens de intake bewust bezig zijn met het stapelen van bewijs. Dat is zo 2 jaar geleden geboren tijdens de zes domeinen cursus om uit te leggen waarom zoveel vragen en waarom zoveel relaties. Tijdens de intake van een visiespecialist gaat het in ieder geval over die zes domeinen. Ja, en tuurlijk, als je een andere expertise extra hebt, je bent ook coach, dan ga je meer andere dingen weer uitvragen. Maar nu staat het zes domeinenmodel centraal. En wat je dan wil, is je gaat slaap, stress, voeding, het immuunsysteem, ademhaling, bewegen, allemaal uitvragen. Maar als je alleen maar de vragen stelt en je ontvangt de informatie, dan eindig je aan het einde met een enorme weerwarm informatie. Hè, klanten hebben zoveel verteld. En ze vinden het fijn hoor, zoveel vragen over al die domeinen. Ze voelen zich heel serieus genomen. Maar wat ga je in hemelsnaam met al die informatie doen? En het stapelen van bewijs is 2 jaar geleden geboren om het concept wat te verduidelijken. Ik relateer het altijd aan de metafoor van pokerfiches. Ja, dus je hebt van die fiches die ze in het casino gebruiken. En je hoort een klant bijvoorbeeld spreken over darmklachten, over eczeem, dat hij veel snotterig is. In dit geval zijn dat meerdere fiches op het domein het immuunsysteem. Dus je hebt voor je denkbeeldig alvast 6 stapeltjes. Of je legt alvast 6 fiches neer. De ene staat voor het immuunsysteem, de andere voor stress, de andere voor slaap, de andere voor ademhaling, et cetera, et cetera. En de klant die begint dus te vertellen. Hey, darmklachten. Oké, dat neigt het eerst naar het immuunsysteem. Ik ga je vandaag waarschijnlijk nog uitleggen waarom ook nog. Een klant die slaapt de afgelopen 2 jaar maar 5 uur per nacht en wordt al 4, 5 keer wakker. Poef, oké, dat is een heel duidelijk slaapprobleem. Dus dan kies je misschien wel voor 2, 3 of 4 fiches op het stapeltje slaap. Iemand geeft aan, ik voel me altijd zo gejaagd en ik heb bekkenbodemproblemen. Nou, vanuit fiches zijn dat hele sterke relaties naar ademhaling. Dus zo krijgt het domein ademhaling 2 fiches. En soms hoor je een relatie, of bijvoorbeeld je ziet de klant door de borst ademhalen, dat is een hele mooie. Als je de klant door de borst ziet ademhalen, weet je, hey, wacht even. Een borstademhaling is sowieso een fiche op het domein ademhaling. Hè? Dus bewijs stapelen voordat er iets met ademhaling aan de hand is. Maar wacht even. Een hoge ademhaling is echt een heel dominant patroon naar slaap. Dus het fiche, hè, het stapeltje voor slaap krijgt ook een fiche. En een borstademhaling is enorm orthosympathisch. Dus we geven stress ook gewoon 1 fiche. En op het moment dat je dat doet met wat je aan de klant ziet, met wat voor informatie je krijgt van de klant, dan eindig je de intake met verschillende stapeltjes. En dan bijvoorbeeld zijn slaap en het immuunsysteem zijn echt torenhoge stapels om van allerlei dingen die de klant noemt en die je aan de klant ziet en hoort uit de voorgeschiedenis. En dan weet je, hey, wacht even, kans is vrij groot dat ik met deze 2 domeinen aan de slag moet. Dus je bent bewijs aan het stapelen voor, hey, de klant heeft dan weliswaar een hulpvraag. Het kan door elk domein komen. Hoe stapel ik nou de juiste fiches? En ik ga je vandaag natuurlijk ook meenemen in hoe je, als je nog helemaal geen cursus met ons gedaan hebt, daar toch al mee kan beginnen. Dus dat is een hele belangrijke. Daarbij, en die loopt gelukkig er parallel aan, tijdens een goede intake stel je uiteraard goede vragen. En het is niet alleen belangrijk dat je weet waarom je een vraag stelt. Ja, zo geef ik vaak het voorbeeld als fysiotherapeut, vroeg ik vaak naar algemene ochtendstijfheid, omdat het in verschillende richtlijnen staat en omdat ik dat geleerd heb. Maar de vraag stuurde me verder niet naar een bepaalde relatie. Ik kon iemand niet beter helpen als die zei, ja, ik heb algemene ochtendstijfheid. Dat zat er niet in. Ik kon wel later eventueel evalueren of het minder was geworden. Maar tijdens de intake bracht het me niet in de richting van de oplossing. Dus dat was een hele lastige. Ik had daar ook moeite mee met dat soort vragen. Totdat je de kennis daarachter gaat leren. En je wil dus de juiste hoeveelheid vragen stellen en vooral vragen die leiden in een richting. Maar wat je ook wilt, is je wil de klant beleefd betrappen. En wat is nou de mooiste manier van beleefd betrappen tijdens een intake? Is op het moment dat jij bijvoorbeeld weet, de fysiotherapie is het een heel duidelijk voorbeeld, ik kom zelf ook uit fysiotherapie, een klant wil bijvoorbeeld graag losgemaakt worden. Die heeft even TLC nodig, die heeft zelf heel veel stress en spanning en noem het maar op.
En eerst is van, oh, als ik nou even lekker losgemaakt word, dat zou wel een bonus op mijn dag zijn. Op het moment dat je maar heel weinig dingen uitvraagt, is de kans groot dat na de intake de klant zegt, nou, ik wil graag losgemaakt worden. Terwijl jij misschien wel denkt, joh, ik wil gewoon met ademhaling, hè, en ontspanning aan de slag en alle voordelen die dat brengt. Maar ja, de klant denkt, nee, ik wil gewoon graag losgemaakt worden. Totdat je de klant beleefd betrapt. En dat betekent dat je bijvoorbeeld al opvalt dat iemand door zijn borst ademt. Dat de klant al noemt, hé, ik slaap slecht, ik heb hoofdpijn, spanningsklachten. Die hebben allemaal dominant met ademhaling te maken. En vervolgens ga je op het slechte slapen, op de hoofdpijn en waar iemand last van heeft door de hoofdpijn. Dat ga je allemaal precies uitvragen. Dus hoeveel dagen van de week heb je het idee dat je slecht slaapt? En word je dan altijd 3, 4 keer wakker per nacht? Is dat de meeste dagen van de week? Dus je gaat heel erg kijken, hoe dominant is deze klacht? Hey, en die hoofdpijn, komt die dan op in tijden van stress? En als je al een keer behandeld bent door een fysiotherapeut of een chiropractor of een manueel of een whatever, heeft dat dan blijvend effect? En zo ga je, uiteraard ook omdat je die informatie wilt om de klant verder te helpen, ga je eigenlijk bewijs stapelen en beleefd betrappen naar de klant. Want op het moment dat je dan aan het einde zegt, hey, stel je zou het willen aandikken in je communicatie, dan zeg je, hey, weet je, toen je binnenkwam, dacht ik, weet je wat, ik ga je gewoon eens lekker losmaken. Maar we willen natuurlijk wel bij de oorzaak uitkomen. Je wil dat ik iets meegeef waar je een blijvend effect aan hebt. Nou ben je al bij verschillende behandelaars geweest. Dat heeft helaas niet mogen leiden tot verlichting. Die hebben ook losgemaakt. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik niet ook gaan losmaken. En tegelijkertijd geef je aan dat je last hebt van nekpijn, spanningsklachten, dat je wel eens slecht slaapt. En ik zie je hier enorm door de borst ademhalen. Dus die dingen samen betekenen voor mij als specialist dat we met ademhaling het grootste resultaat gaan behalen. En met dat je het hebt uitgevraagd en het om en nabij zo vertelt, kan die klant bijna niet terug. Die kan nu niet zeggen, ja, ik wil toch losgemaakt worden. Want het heeft bij de andere specialist al niet geholpen. Slaap en de hoofdpijn en de spanningsklachten zorgen ervoor dat het lange termijn effect, wat je wilt brengen, met ademhaling te maken heeft en niet met losmaken. Ja, dus hoe meer informatie je verzamelt van de klant, hoe moeilijker het voor de klant is, en dat wil je natuurlijk, om zelf te sturen in de behandeling. Dat klinkt een beetje cru, maar ik ga het straks met een voorbeeld nog even extra laten landen. En, oh man, ik noem dit steeds vaker. Als je klanten veel verder wilt helpen, dan moet je de klant niet te serieus nemen. En onder te staat natuurlijk een streepje. Want tuurlijk moet je de klant serieus nemen. En je mag ook heel empathisch zijn voor de klant. En je mag of je moet eigenlijk wel uit verbinding handelen. En uit de juiste intentie om het verder te helpen. Maar klanten zeggen soms dingen die je eerder van de oplossing afhelpen dan er naartoe brengen. Ja, dus een klant kan tussendoor even snel zeggen, ja, weet je, ik heb gewoon door veel stressvolle situaties, heb ik hier gewoon last van. En veel behandelaars en trainers kletsen dan wat overheen. Ze van, oké, die persoon heeft last van stress en dan heeft hij klachten. Maar ja, ho even, wat zegt die klant nou eigenlijk? Hoezo ervaart hij stress? Weet de klant wat stress is? Loopt het altijd in hetzelfde beloop samen? En is er dan echt waarde van wat de klant zegt? Hetzelfde als, ik noem maar wat, na een burn-out zijn mijn klachten nooit meer weggegaan. Prima, constatering. Maar heel veel behandelaars en trainers gaan dan op de stoel zitten van, ja, weet je, die burn-out was zo heftig, daar is hij waarschijnlijk nog niet van hersteld. Maar ja, wie zegt dat? De klant heeft helemaal geen kennis over vitaliteit. Alleen maar een hele negatieve ervaring met een burn-out, maar niet de kennis en de kunde om dat goed te kunnen beoordelen. Dus als een klant dat soort dingen zegt, hè, dit komt nou eenmaal daardoor en doordat mijn rug zwak is, heb ik hier last van. Doordat dit op mijn werk gebeurt, is het nou eenmaal zo. Die dingen die moet je vooral niet serieus nemen. Ja, ik zeg altijd, doe het in een balletje, dat soort meningen van de klant. Flikker het even in de hoek en vraag goed gedetailleerd uit naar wat jij nodig hebt om de slaapkwaliteit te beoordelen, stress, voeding, et cetera, et cetera, et cetera. En op het moment dat je twijfelt, dan ga je dus goed doorvragen. Dus ik vroeg het vaak als het gaat om stress. Mensen hebben bijvoorbeeld last van chronisch pijn, zeggen, komt er stress?
Dan weet je, voor de mensen die de cursus hebben gedaan, weet het is belangrijk om het te hebben over stress mindset. Ja, dan moet je daarna doorvragen. Dan zeg je, oké, ik snap het. Heel vervelend om te horen dat je langdurige stressvolle situaties hebt gehad. En het zou te maken kunnen hebben met chronisch pijn. Maar mag ik vragen, wat weet je af van stress? Ja, weet je er iets over te vertellen? Heb je er ook positieve ervaringen mee? Dus dan ga je het verder kwantificeren, kwalificeren, in kaart brengen. Want alleen dan kun je echt bepalen of die stress iets te maken heeft met chronisch pijn. Want als de klant zegt, ja, nee, ik weet niks voor stress. Als ik stress ervaar, heb ik gewoon heel veel pijn. Ja, maar ja, dat zegt onze specialist helemaal niks. Hè, dat stuurt ons helemaal nergens naartoe. Dus neem de klant niet te serieus. En overigens, en dat is niet om andere specialisten te kakken te zetten, want dat is helemaal niet waar. Eerdere diagnoses ook tijdelijk in een bolletje stoppen. Hè, dus iemand komt met een verwijzing of een wat dan ook. Helemaal prima, kan ook heel waardevol zijn. Stop het eerst in een bolletje, ook even in de hoek. Goede intake doen, eerst je eigen balans opmaken. En dan die bolletjes van de klant en de specialist er even bij pakken. Van hé, wat hebben die er nou over te zeggen? En matcht dat in mijn verhaal of niet? Hè, want er zit een grote valkuil. Stel de klant zegt, of de specialist zegt, het komt door slijtage L4, 5 en L5 en 7. En je hebt dat van het begin gehoord en je hecht waarde aan die mening. Dan ga je dus in jouw intake, als je er niet voor oppast, onbewust funnelen naar de mate van slijtage. Maar daar heb je helemaal niks aan. Ja, dus je wilt goed kunnen terugstappen en goed kunnen uitzoomen. Daarbij zeg ik absoluut niet dat de mening van andere specialisten niet waardevol is. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Dus dat zijn een paar dingen die belangrijk zijn voordat de intake begint. Dus we willen bewijs stapelen. We gaan nu naar een concreet voorbeeld met een casus. Realiseer je dat als je goed dingen uitvraagt, één, de klant zich heel begrepen voelt, maar een klant dus ook niet kan terugkrabbelen op een bepaalde aanpak die je voorstelt. Hè, want je kunt dat heel mooi teruggeven. Iemand heeft alles al prijsgegeven. En neem vooral de klant niet te serieus, want met alle respect natuurlijk, er zullen hier ook een aantal klanten, cliënten met chronisch pijn luisteren. No offense. Maar als je ergens geen kennis van hebt, ben je overgeleverd aan een ervaring. En in een negatieve ervaring zit zelden de oplossing. Dus het is als een specialist, is het je taak om daarin objectief te blijven en niet in mee te gaan. Als er straks dreigberichtjes in de chat komen, dan weet ik dat, dat ik het niet goed heb uitgelegd voor de tussen haakjes leken die luisteren. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een daadwerkelijke chronisch pijn intake. Dus even kijken, tijdens dag 1 en 2 van de 6 domeinencursus, tevens start van de jaaropleiding, was er iemand die zegt, hey, ik heb een casus. En in dit geval gaat de hulpvraag er nog niet eens, doet er nog niet toe, want daar komen we pas straks op terug. Maar het was zo'n leuke vragenlijst en zo herkenbaar bij mensen met chronisch pijn. Dat is dus echt een vrij klassiek voorbeeld van een invulling van een vragenlijst. Voor mensen die echt al langdurig last hebben van chronische pijn. Ik dacht, hé, we gaan die gebruiken. En voor de mensen die voor het eerst kijken, we bespreken nu de Fysis-vragenlijst. Dus 7 jaar geleden heb ik een vragenlijst ontwikkeld. Met waarvan ik vond, hé, dat zijn relevante vragen voor een intake voor elk domein. Niet compleet, hè, want je wil altijd doorvragen, maar wel relevante vragen. En die vragenlijst is eigenlijk, nou ja, misschien op 1, 2 vragen na, maar is hij eigenlijk ongewijzigd gebleven de afgelopen jaren. Omdat na een intake met deze vragenlijst je een heel mooi totaal beeld krijgt. En na wat doorvragen je heel goed tot de kern, hè, tot de oplossing van het probleem kan komen. Je kunt deze gratis downloaden trouwens. Ik ga je hier niks bij verkopen voor die vragenlijst. Je kunt het downloaden van de site, bij onze link in bio op Instagram. Als het niet lukt, stuur me even een mailtje. Want er zat laatst een foutmelding in het downloadsysteem. Stuur hem je gewoon toe. Het is een hele fijne vragenlijst. Ook om al mee te werken zonder dat je een cursus gedaan hebt. Althans, dat is de feedback die ik van behandelaars en trainers terugkrijg. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan naar een casus. Een vrouw, ik label haar even als 33 jaar. Dat was volgens mij ongeveer de leeftijd. Ik geef nog even expres geen extra inleidend verhaal van deze klant. Dus even geen achtergrond. We gaan eerst alleen naar de domeinen kijken. Dus het gaat even ten goede aan de didactiek die ik voor dit webinar bedacht heb. Dus
Wat is er eerst ingevuld? Dat is het domein slaap. Ik zal hem even vergroten. Hij is, doordat hij ingescand is, een klein beetje troebel, maar ik zal je er doorheen kletsen. De persoon slaapt 6 à 7 uur per nacht. De volgende vraag is: lig je 's avonds lang wakker voordat je in slaap valt? En daar staat nee, meestal niet. Dus de persoon kan vrij makkelijk inslapen. Vervolgens wordt de persoon wel meer dan 2 keer wakker per nacht. Wordt 's ochtends niet uitgerust wakker. Slaapt voor haar gevoel niet dieper vast. En wordt niet makkelijker wakker als de wekker gaat. En daarbij wordt ze wakker met spanning op haar spieren. En dat zegt in dit geval wat over orthosympathische prikkeling. Dus wat hebben we puur op slaap? Ik haal dit eerst even weg, want dan ga je proberen te zoeken. Dit kun je nu toch niet lezen, zo klein. Waar hebben we mee te maken? Een vrouw komt met hulpvraag X, in ieder geval chronisch pijn. We zeggen nog niet waar en hoe lang en et cetera. 6, 7 uur slaap per nacht gemiddeld. Hè, waar het streven voor een goede nachtrust op 8, 8,5 uur moet liggen. Daar zijn we, ja, soms zegt wetenschap tussen de 7 en 8,5 uur. Maar 8, 8,5 uur is een heel mooi streven aan duur. En ze pakt 6 of 7. Hè, dus dat zit aan de korte kant. Op zichzelf zou dat nog niet zo'n probleem zijn. Zij het niet dat ze vaker dan 2 keer per nacht wakker wordt. Eigenlijk altijd, dat bleek uit de rest van de intake. Ze niet uitgerust wakker wordt, ze moeilijk wakker wordt als de wekker vast en voor haar gevoel ze dus helemaal niet diep slaapt. Ja, dus dat zijn best wel al nou, 5, 6 fiches op dat domein slaap. Wil je daar verder naar doorvragen? Tuurlijk. Ja, dus idealiter vraag je door. Heeft dat een bepaalde relatie met stress? Ja, dus ga je in drukkere periodes slechter slapen? Slaap je misschien tijdens je vakantie beter? Heeft het dan alleen te maken met de prikkeling of word je dan op andere tijden wakker? Dus tuurlijk wil je daar verder naar doorvragen, maar het is niet een hele cursus. Het is een webinar van ongeveer 1,5 uur, misschien 2. Maar je haalt hier al veel informatie uit van hey, die slaapkwaliteit die is niet optimaal. Nou komen we zo nog eventjes terug op stress. Nou nee, laten we die vast meenemen. Want er staat natuurlijk een deeltje stress op die vragenlijst. Dus na slaap, het volgende domein is stress. Ik zal hem even op groot beeld zetten voor je. Ervaar je dagelijks stress? Ja. Ben je wel eens boos op dingen die buiten je controle omgebeuren? Ja. Heb je het gevoel dat dingen je meezitten? Nee. Ben je goed in de dingen die gebeuren om die de baas te blijven? Ook niet. Heb je wel eens het gevoel dat je niet bent opgewassen tegen dingen die je moet doen? Ja. Nou, en dan straks komen er nog 2, 3 vragen bij. Maar alleen al door deze vragen, kijk, die eerste vraag, ervaar je dagelijks stress, is natuurlijk een super subjectieve vraag. Ja, dus het zegt alleen maar wat over wat de klant in dit geval ervaart. Daar wil je natuurlijk op doorvragen. Maar die andere vragen, heb je wel eens het gevoel dat dingen je meezitten? Kun je drukke situaties goed de baas, dat soort dingen? Scoort ze allemaal positief op, als in bevestigend. Op dit moment is zij nou, niet goed in stress. Geen positieve relatie met stress. En dat is een belangrijke om te weten, want een bepaalde stress mindset kan ook serieuze problemen geven, ook richting chronisch pijn. Daar kom ik vandaag niet aan toe om dat uit te leggen, maar ik wil wel puur op het stukje slaap alvast even de koppeling maken naar chronisch pijn. Want iemand kan die vragen invullen. Je kunt nog wat doorvragen met vragen die je al weet. Of als je als cursist luistert, hè, de vragen die we besproken hebben tijdens de opleiding. Maar wat zegt dat nou? We hebben te maken met een vrouw met chronisch pijn. Maar wat voor relaties zijn er überhaupt naar slaap en chronisch pijn? Dus waar denk je aan als je die fiches aan bewijs gestapeld hebt in die hele pijnbeleving? En dan wil ik even een paar quotes uit onderzoeken meenemen. Insufficient duration of sleep is a highly prevalent behavioral pattern in society that has been shown to cause an increase in spontaneous pain and sensitivity to noxious stimuli. En dat is überhaupt al een hele interessante, want hij is tweeledig. Aan de ene kant zegt ze te kort slapen. Dus afbreuk doen aan die 8, 8,5 uur, is een patroon wat we heel veel zien in onze maatschappij. Ja, dus inderdaad, en vraag maar eens aan je klanten hoe slaap je en ga maar eens met die vragen aan de slag.
60, 70% van je klanten gaan aangeven: hey, ik zou graag dieper willen slapen en uitgerust willen wakker worden. En wat triggert dat onder andere? Het kan de spontane pijntjes, dus pijntjes die zonder echte oorzaak komen, doen toenemen. En het lichaam wordt sensitiever voor toxische prikkels. Dus dat ga ik. Ja, ik ga dat straks uitleggen. Ik wil eerst nog één quote erbij. Maar onthoud dat. Hè, dus eerder spontane pijntjes. En je wordt sensitiever op eigenlijk niet pijnlijke prikkels, maar ja, toxische prikkels. Komt die? Experimental sleep loss itself has been shown to cause changes in the nociceptive system, neuroplasticity in animal and humans, such as hyperalgesie in het Nederlands, and the development of spontaneous pain, including muscle pain, headache and back pain. Dus het verlagen van slaapkwaliteit, slechter slapen, zorgt ervoor dat je spontane pijn ervaart, hè, dus de predispositie voor pijn stijgt. Ja, en ik ga dat meteen even pakken in dit schemaatje. Ik vond dit schemaatje, ik heb het zelf gemaakt, een complimentje voor mezelf. Vond ik heel verhelderend. Ik wil even stilstaan bij het volgende. Als er schade is aan een cel door een trauma of door cytokine contact, onthoud die, want daar kom ik zo op terug, dan komt er vanuit die cel arachidonzuur vrij. Ja, dat zijn vetzuren. In ieder geval iedereen die fysiotherapie gestudeerd heeft, maar de betere personal trainingen, lifestyle opleidingen pakken dit ook. Die arachidonzuur die wordt omgezet via een proces dat heet cyclooxygenase in prostaglandine. In dit geval PGE2. Dus als er schade is aan een cel, dat kan door trauma of cytokinecontact, komt er arachidonzuur vrij. Dat zorgt voor meer cyclooxygenase. Of sorry, door het proces cyclooxygenase komt er prostaglandine vrij. En prostaglandine is ons pijnstofje. Maar daar zijn we nog niet klaar mee natuurlijk. Nee, dat Oh. Er zet iemand is zijn microfoon aan. Die zet ik even eruit. Dat heeft verschillende effecten. Let op. Perifeer, dus aan de uiteinden, dus vooral alles behalve centraal. Dus aan de uiteinden bindt prostaglandine zich aan een EP-receptor. Dat is een ontvangertje voor prostaglandine, anders gaat hij daar niet aan binden. En dat zorgt voor een sensitisatie van nociceptoren. Dus dat zorgt ervoor dat de ontvangertjes van een zenuw voor pijn, dat die aangaan. He, dus dat zorgt ervoor dat je pijn ervaart. He, dus als we even teruggaan aan het begin van het schemaatje om het echt te snappen. In eerste instantie, ik krijg schade. Ja? Laten we zeggen, er komt hier iemand binnen en die heeft een mes en die snijdt mij zo hier zo rats. Ja? Klaarblijkelijk schade. Er komt arachidonzuur vrij. Arachidonzuur vrij. De volgende stap via een proces, enzymen, cyclooxygenase. Elk enzymatisch proces eindigt op aze, dus dan kun je het aan herkennen. Zorgt ervoor dat ik prostaglandine krijg, waardoor ik snel pijn ervaar. Goede prikkel, dat heb ik nodig. Ja, hoe gebeurt dat dan? Die prostaglandine bindt aan receptoren daar in de buurt. En daardoor worden al die receptoren ook in de omgeving, dus niet alleen op het gebied van schade, maar ook in de omgeving, gevoeliger voor pijn. Ja, met als gevolg dat ik even niks met die arm doe. En dat is maar goed ook. Ja. En ik kan hulp zoeken, rust nemen totdat daar een oplossing komt. Dat is het doel. Tegelijkertijd gebeurt er centraal, dus in dit geval in ons ruggenmerg, in ons centraal zenuwstelsel, wordt het veel prikkelbaarder. Hè? Dus de drempel voor pijn verlaagt. Ik ga het op die manier even makkelijk houden, want er komen genoeg moeilijke relaties voorbij vandaag. Waardoor je in ieder geval hyperalgesie en allodynie krijgt. Dus prikkels die al pijnlijk zijn, ja, dus die echt door een pijnzenuw komen, die worden nog pijnlijker. Ja, dus datzelfde tikje wat ik dan geef is veel gevoeliger dan normaal. Plus prikkels die normaal gesproken niet pijnlijk zijn. Denk aan prikkeling die te maken heeft met temperatuurzin of tastzin, hè, in ons zenuwstelsel. Die kunnen in één keer ook een pijnprikkel veroorzaken.
Dus dat is natuurlijk wel een hele interessante. En dat is allemaal op een reële prikkel. Maar, nu gaan we hem nog een keer bij langs. Want slaapproblemen is, nou, je komt het wetenschappelijk praktisch overal tegen. Zorgen voor productie van meer cytokines. Cytokines zijn ook ontstekingsstofjes. Laten we even interleukine 1 nemen en interleukine 8 bijvoorbeeld, want die komen later ook in andere domeinen terug. Dus kun je mooi bewijs leren stapelen. Als iemand dus slecht slaapt en die heeft helemaal geen schade, dus er komt niet iemand binnen met een mes en die snijdt, of die scheurt niet de hamstring, of die gaat niet door zijn of haar rug. In hoeverre je door je rug kunt gaan, natuurlijk. Maar door slechter slapen circuleren er in mijn lichaam meer interleukines. Die komen in contact met cellen. Op die beurt komt ook arachidonzuur vrij. Op die beurt wordt ook omgezet in prostaglandine. En krijg je ook deze twee effecten. Ja, dus perifere wordt gebonden aan receptoren en je krijgt eerder pijntjes, omdat die drempel verlaagt voor pijn. Dus die zenuwen zeggen veel eerder pijn. En centraal word je dus ook gevoeliger voor pijn. Dus pijnprikkels die er al zijn, die worden heftiger waargenomen. Maar prikkels die normaal niet pijnlijk zijn, kunnen ook als pijn worden ervaren. En dat door een slaapprobleem. Dus dat is wel even andere koek. En op het moment dat een klant dus slecht slaapt en komt met pijnklachten, dan wil je deze relatie ook meenemen. Dus wat betekent dat bijvoorbeeld voor het stapelen van bewijs? Stel je ziet een slaapvragenlijst. Ja, en we hebben net besloten, we stapelen 5 fiches, hè, vanwege kort slapen, vaker wakker worden 's nachts, niet uitgerust wakker worden, et cetera, et cetera. En iemand zegt, ik heb chronisch pijn. Dan denk je, oh, wacht even, maar chronisch pijn en slaap hebben een relatie. Ik weet niet of het hem is natuurlijk, maar ik stapel daar wel een fiche. Ja, vervolgens, wetende dat het gaat om chronisch pijn, mag het immuunsysteem, stress en ademhaling en voeding, die mogen ook allemaal een fiche, want die hebben ook allemaal te maken met chronisch pijn. Ja. En zo stapelen we nou ja, door en door aan bewijs. En voordat we verder gaan op de vragenlijst, nog deze. Sleep deprivation in healthy volunteers have shown to increase pro-inflammatory cytokines, such as interleukine 6, maar uit onderzoek ook bijvoorbeeld 1, maar ook TNF-alpha, ja, en C-reactive protein. Dus dit zijn allemaal stofjes die bijdragen aan ontsteking, die dus getriggerd worden door slecht slapen. TNF-alpha is bijvoorbeeld een parameter bij rheumatoïde artritis. Dan hebben we het natuurlijk over hogere bloedwaardes. Maar door slecht slapen circuleert datzelfde stofje door de bloedbaan op een lager niveau. En word je dus bijvoorbeeld ontvankelijker voor pijn. Ja, of houdt het pijn in stand. Oké. Dus eigenlijk maar twee relaties op het gebied van slaap. Maar toch al goed in staat om wat bewijs te stapelen. He, dus iemand zegt: ik slaap slecht, ik heb pijn. Hey, dat wordt in één keer heel interessant. Oké. Dan gaan we door naar de vragenlijst. We waren nog niet helemaal klaar met stress. Het heeft ook niet zo heel veel zin om die rest te bespreken, want het gaat over stress mindset. Voor de mensen die kijken, die donderdag en vrijdag hun dag 3 en 4 voor de 6 domeinencursus hebben, die gaan eindelijk leren wat dat nou is met die stress mindset en hoe dat hormonaal werkt en hoe je dat hormonaal verandert. Voor de mensen die het al hebben gevolgd, die weten het ook. En binnenkort komt er een hele mooie opfrisser met nieuwe inzichten aan. Maar daar moet je het even mee doen. Dus we gaan door naar ademhaling. Want als we nu stress gaan bespreken, dan zijn we de hele avond daarmee bezig. In ieder geval mag wel gezegd worden, op het domein stress liggen ook zeker zo'n 4, 5 fiches. Ja, ze ervaart veel stress, ze ervaart dat stress slecht is, snel boos om dingen die buiten de controle omgebeuren, nou ja, et cetera, et cetera. Dus kijken we naar deze klant en we zijn aan het bespreken, hebben we zowel bij slaap misschien al 6, 7 fiches en bij stress 4, 5 fiches liggen. En dan gaan we door naar ademhaling. Ze voelt zich wel eens kortademig of benauwd. Ze is regelmatig duizelig. Ze heeft bekkenbodemklachten. Regelmatig hoofd- en nekpijn. En ze herkent zich in bepaalde symptomen, in dit geval van een diafragma-hoogstand. Dat kan ik nu niet helemaal bespreken. Waar het nu vooral om gaat, is hoe meer vragen op het gebied van ademhaling
al op positief gevinkt worden en je vraag door en dat komt ook met goede regelmaat voor. Dus alleen op zo'n vragenlijst ga je nooit iets passeren. Maar alleen op dit stuk van de vragenlijst op ademhaling weet je al, hey, hoe dan ook, ook 3, 4 visjes al op ademhaling. En we hebben nog helemaal niks gespecificeerd. Net zei ik al, puur het feit dat de klant een hulpvraag heeft op chronische pijn, betekent ook een fiche. Alleen je weet niet op welke domeinen. Ja, dus er is een relatie naar slaap met chronische pijn, die hebben we net wel besproken, dus een fiche. We hebben het, nou ja, je moet even van me aannemen dat dat met stress ook iets te doen heeft. En je kan je wellicht al een relatie voorstellen. Alhoewel mij opvalt dat maar weinig behandelaars en trainers echt iets inhoudelijks weten over stress aan fysiologie en hormonale productie en voor's en tegens, maar toch. Maar ik wil het je ook met je hebben over ademhaling en chronisch pijn. Omdat, in dit geval, bewust voor gekozen, er duidelijke relaties van ademhaling en chronisch pijn zijn. En, zie hier, bovenin staat het stofje interleukine 1 beta. Wat dus dezelfde cytokine is die ook bij slecht slapen geproduceerd. Wat hebben ze in het onderzoek gedaan? Ze hebben 2 groepen mensen gepakt na het sporten. He, omdat na activiteit we weten dat je een tijdelijke ontsteking hebt als reactie op het sporten. Onder andere interleukine 1 bijvoorbeeld komt meer in het lijf. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben 1 groep controlegroep gewoon lekker niks laten doen. En met de andere groep zijn ze bewust door de buik gaan ademen. En je ziet hier het effect. In de eerste 20 minuten zie je het bovenste vakje met diafragmale ademhaling of yogic breathing, zoals ze dat hier noemen. Die groep heeft de eerste 20 minuten significant minder interleukine 1 beta in het bloed aanwezig. Waar de controlegroep dat langer en heftiger heeft. Dus wat zegt dat? Dat zegt dat een goede diafragmale ademhaling ervoor zorgt dat je sneller je pro-inflammatoire stoffen, hè, dus de stoffen die ontsteking bewerkstelligen, dat je die sneller weer uit het systeem filtert. Voor mensen die de jaaropleiding gaan doen, of nu doen en uitkijken naar het insulineresistentie weekend bijvoorbeeld, daar gaan we dit nog weer wat dieper bespreken. En zo zie je dat bijvoorbeeld ook voor MCP. MCP is een ontstekingsgevoelig eiwit, wat zeker wel aanwezig is, maar veel minder heftig met een goede buikademhaling. En voor de mensen die hier meeluisteren en kijken, en klanten ook al beoordelen op hun ademhaling, die weten dat praktisch 99% van de klanten die binnenkomt een vele dominantere borstademhaling is dan een buikademhaling. Ja, en wat zegt dat als die persoon dag in dag uit zijn leven doorgaat, ja, qua ontstekingsgevoeligheid? Ja, qua die ontstekingsstofjes, die cytokines, die weer spontaan kunnen zorgen voor pijn. Of tal van andere klachten, waaronder insulineresistentie. En daar komt dan weer duizeligheid uit voort. En weet je, dat sneeuwbalt altijd naar meer klachten waar een klant geen oplossing voor heeft. Ik zie pas nou die mooie tekening op de achtergrond of stickers van mijn dochter Pip. Die had ik er normaal afgehaald. Maar hij hing er al zo lang vandaag dat ik hem heb laten hangen. Dat zie ik nu pas. Dus zowel slaap als ademhaling raken hetzelfde gedeelte. En kun je dus ook puur weten dat iemand chronisch pijn heeft een extra fiche bij ademhaling neerleggen. Dus we hadden er al zo 4, 5 neergelegd. We leggen er nu voor chronisch pijn nog 1 bovenop. Dus zowel slaap, stress als ademhaling hebben al best wel wat bewijs voor. Zijn ze bijdrager aan de oorzaak van deze chronische pijn? Ik wil nog 1 extra relatie met je delen. Puur omdat ik verzot ben op heerlijke relaties. Alleen heb ik alleen deze sheet. En normaal bouw ik hier in 3 stappen naar op. Maar kijk er even goed naar. En volg vooral mijn stem, want als je nu alles gaat lezen, ben je helemaal de weg kwijt. Dus wat je ziet in het midden, een beetje in dat witte kremige, is een buis met een opening links en een opening rechts. En dat is je maag-darmbarrière. Dus bij het immuunsysteem, dag 1 en 2 van de 6 domeinen cursus, beginnen we met de metafoor de buis. De buis staat symbool voor het maag-darmstelsel. Ja, dus ingang van de buis en aan de andere kant uitgang van de buis. En
Oh, er komen even wat extra mensen binnen. Gezellig. En die buis is opgebouwd uit verschillende barrières. Hè? Dus de darm kent verschillende barrières waardoor het immuniteit heeft. En waardoor het schadelijke en toxische stoffen kan weren. In dit plaatje zie je wel de barrières heel schematisch natuurlijk. Je ziet eerst een klein stippellijntje. Dat zijn de endotheelcellen. Dan zie je een groene lijn. Dat staat symbool voor het lymfatisch weefsel. En de derde barrière is uiteindelijk de lever en niet in dit geval de tunica muscularis. Maar zo is de darmwand opgebouwd. Hè, dus stel, er komen schadelijke stoffen binnen. Dat komt in die buis. Eerst krijgt barrière 1 de mogelijkheid om de schadelijke stof te weren. Als dat niet gebeurt, gaat het lymfatisch geheugen van het immuunsysteem in de tweede barrière het doen. En anders zijn er veel macrofagen, et cetera, in de lever die dan ziekteverwekkers onschadelijk maken. En daarna is het echt in het lichaam. Waar gaat het nu om? Het gaat om de invloed van ademhaling op dit systeem. Dus hoe meer je door je borst ademt, hoe meer orthosympathische prikkeling in het lichaam. Dat is een vaststaand feit wat je als behandelaar en trainer zeker moet weten. Dus hoe dominanter door de borst, hoe meer orthosympathische activiteit, hoe meer... Ja, fight or flight, zeg ik nu, omdat er veel mensen kijken die ik niet ken. Maar ik ben absoluut geen fan van de term fight or flight. Dus ik gebruik hem in de lessen zo min mogelijk en na dag 4 niet meer. Maar wat doet dat? Dat heeft invloed op de twee zenuwstrengen in de darm. De plexus van Meissner. En die staat bij het groene streepje. Dus de plexus van Meissner heeft veel te maken met bijvoorbeeld de kwaliteit van de slijmvliezen in de darm. En die barrières gezond houden. En aan de andere kant is de plexus van Auerbach. Dat zie je daaronder. En dat is bij het musculaire gedeelte. Dus bij de spieren in de darmwand. Meer aan de buitenkant van die buis gelegen. En dat is belangrijk voor de peristaltiek. Nou, als er een dominante borstademhaling is, is er meer orthosympathische prikkeling. Waardoor op lange termijn je ziet dat de kwaliteit van de slijmvliezen in de darm lichtelijk verminderen. He, dus niet die darm is meteen ruk, dat is absoluut niet waar. Maar ademhaling heeft invloed op het verslechteren van de kwaliteit van de slijmvliezen en dus de barrières. Plus heeft invloed op de peristaltiek. Die loopt dan vaak wat onregelmatiger. En los van die relaties zorgt de orthosympathische prikkeling sowieso dat de eerste barrière in de darm wat meer opent. Vroeger noemden we dat een leaky gut. Volgens mij is die term de wereld al een beetje verlaten. Maar het is wel wat het zegt. Dus de darmwand, in ieder geval de eerste barrière, staat wat meer open. Waardoor je eerder toxische stoffen binnenkrijgt. Toxische stoffen die de belasting op het lijf weer verhogen. Waar het immuunsysteem weer een reactie voor moet aanmaken. Waar je weer cytokines voor moet produceren. Wat weer leidt tot laaggradige ontsteking. Ja, dus met dat we een klant zien met chronisch pijn, leggen we een fiche bij ademhaling. Hoe deze klant ademhaling invult, stapelen we al wat fiches. Zie je die klant tegenover je duidelijk door de borst ademhalen, door een hypotonie, die sleutelbenen gaan omhoog. Iemand heeft echt zo'n gestreste oppervlakkige ademhaling, tussen de 15 en 20 ademhalingen per minuut. Dan stapel je, leg je er nog een fiche op. Dus wordt ademhaling ook dominanter. In ieder geval hoop ik dat je de trend ziet dat als die domeinen uit balans gaan, dan wordt het lichaam een soort van overspoeld met ontstekingsstofjes, die er normaal gesproken alleen bij echte blessures slash trauma zijn. Ja, dus normaal door een operatie of flink door je enkel gaan of een hamstring scheuren, komt er een duidelijke ontstekingsreactie. Helemaal mooi, die moet er ook zijn. Maar klanten met chronisch pijn hebben vaak niet zo'n ontstaansmoment. Of hebben het in stand houden na zo'n ontstaansmoment. En door slecht slapen, een borstademhaling, stress, komen er dus lukraak allemaal van die ontstekingsstofjes meer in het lijf. Ja, ook wel bekend uiteraard als laaggradige ontsteking. Nou komen we zo langzamerhand bij een samenvatting. Maar ik wil sowieso eerst het immuunsysteem nog doornemen. Die bovenste blokje hoort nog bij slaap, of sorry, bij ademhaling. Maar als we kijken naar het immuunsysteem, dan zijn de relevante vragen, of tenminste de positieve vragen: de persoon heeft last van eczeem.
Algemene ochtendstijfheid, wat een combinatie is van de domeinen immuunsysteem, slaap en voeding voornamelijk. Misschien ga ik dat straks nog even uitleggen. Een dip naar het eten is een karakteristiek voor het immuunsysteem. Obstipatie, diarree uiteraard. Bloedend tandvlees is er ook zeker één. Kan ik die nu? Misschien ga ik dat straks nog wel uitleggen. Het is altijd een beetje zoeken naar wat wel uitleggen, wat niet, voor ook een duidelijk webinar. Want er is altijd zoveel om te bespreken. In ieder geval zie je hier dingen die de kwaliteit van het immuunsysteem bepalen of vragen die daarmee samenhangen, zijn ook positief. Ook zo 4 of 5. En chronisch pijn op zichzelf heeft ook weer met het immuunsysteem te maken. Dus praktisch, en dat is straks ook een van de eindconclusies, mensen met langdurig, echt ja, langdurig chronisch pijn, maar langer dan 3 maanden, maar de meeste mensen hebben dat al jaren, die komen, nou ja, het lijkt wel bijna onvermijdelijk terecht in dat alle domeinen positief scoren. Niet alleen, of mede om die reden, is dit gewoon een hele goede aanpak voor westerse klachten. Toenemende eisen in de maatschappij, veel fysieke problematiek. En voor een klant sneeuwbalt dat van kwaad naar erger. Dus het neemt steeds meer domeinen met zich mee. De vraag luidt natuurlijk wel: welk domein pak je dan als eerst? Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Maar als we kijken naar het immuunsysteem en chronisch pijn, dan raken we ook weer een stukje van de materie die we net besproken. Dus waar hebben we het net al even over gehad? Bij slaap hebben we het al even gehad over dat nociceptoren, dus de sensortjes, ontvangertjes voor pijn, bijvoorbeeld gevoeliger worden. Ja, en als we het hebben over chronisch pijn, dan hebben we het heel vaak, als behandelaar en trainer over, het zit bij een klant tussen de oren, het is gesensitiseerd, er moet een leergesprek plaatsvinden, et cetera. Ja, voor alles is een plaats en tijd, maar laten we ook niet te snel op dat paard klimmen, want er zijn tal van andere relaties. En ik wil jullie vandaag even meenemen in deze. En dat is de relatie van het ionkanaal. Dus die zal ik eerst even weghalen. Een hele belangrijke in chronisch pijn, ik leg het naar klanten ook vaak zo uit, is: mijn hand is het uiteinde van een zenuw. In dit geval dus de zenuw die pijn doorgeeft. Nou, ziet er ook een beetje zo uit. Zenuwbeloop is uiteindelijk ook naar het brein. Dus het is geen hand, maar het is een zenuw. En oh, dit is zo'n belangrijk. Het is praktisch geen cursist die dit weet. Dus hier kun je voorsprong mee doen, hè? Tijdens de cursus zijn er maar weinig mensen die het kunnen beantwoorden. Hoe komt zo'n zenuwuiteinde? Hoe komt daar pijn tot stand? Vraag jezelf eens af of je dat überhaupt weet. Dus deze zit in de huid ergens. Ja, en uiteindelijk geeft die pijn af naar mijn brein via het ruggenmerg zo omhoog. Tractus spinothalamicus anterior uit mijn hoofd. Ik kan ernaast zitten. Wat moet hier gebeuren? Wil daar op een normale manier pijn doorheen komen? Bedenk eens of je zelf het antwoord weet. En dan ga ik je uiteraard meenemen in het antwoord. nummertje 6 is de wand, van die zenuw. Ja, dus dit heeft helemaal een wand. En pas als die wand doorkruist wordt, dan is er een pijnprikkel. Dus circuleren hier ontstekingsstofjes bijvoorbeeld, maar niet in het juiste patroon, want het immuunsysteem herkent bepaalde patronen voor de mensen die de chronisch pijnmodule hebben gedaan. Als je daar gewoon circuleren, maar die wand is dicht, is die dicht. Maar in die wand zitten dus ionkanalen. En ionkanalen, je ziet het hier ook, dat is het mooie ding in het midden, bestaat uit meerdere nummertjes, maar daar gaan we nu niet in de diepte op in. Is een poortje. En dat kan open en dat kan dicht. Er zit een soort van sphinctertje in, een eiwitstructuur. En die kan dicht en die kan open. En die is dus ontvankelijk voor bepaalde stoffen. En als dat poortje open gaat, dan kunnen we op een fysieke manier pijn gewaar worden. En vooral de onderste is hier belangrijk.
Wat is belangrijk nu om te weten van de Ion-kanaal? Want dit zijn een aantal sheets rechtstreeks uit de jaaropleiding. Typfouten zijn mijn schuld, niet die van mijn vrouw, zeg ik vast. Het reageren op elektrische, mechanische of chemische signalen door te openen en te sluiten. Dus deze structuur reageert op temperatuur, op chemische signalen, door te openen of te sluiten. En inmiddels zijn we wetenschappelijk echt, echt indrukwekkend ver om te snappen hoe dit voor sommige van die ionkanalen werkt. Bijvoorbeeld het ionkanaal TRPV1. Nou, je mag van mij die naam voor dit webinar wel vergeten. Maar en de moleculaire DNA-structuur ziet er zo uit. Het ionkanaal met de naam TRPV1 speelt een belangrijke rol in toename in temperatuur. Waarschuwt voor te veel lactaat. Dus het ionkanaal is gevoelig voor lactaat. En heeft een bepaalde drempelwaarde. Ook is een activatie van het ionkanaal mogelijk door bijproducten van meervoudig onverzadigde vetzuren. En TRPV1 wordt geactiveerd door een bijproduct in paracetamol. Een belangrijke reden waarom paracetamol bijdraagt aan het in stand houden van pijn. Met voor de cursisten in ieder geval een bronverwijzing die het online portaal kun je hem zo, als je CHP1 vindt in het online portaal, dan is dat de wetenschappelijke onderbouwing erbij. In dit webinar doe ik dat, dat is echt heel veel werk om dat allemaal te regelen. Maar wat zie je dus, en laten we dan eerst eventjes aanhaken op dat laatste punt, want die is het best onderbouwd. Wat is een van de gewoontes van mensen met langdurige pijn, tot het chronisch wordt, is bijvoorbeeld het nemen van paracetamol. En een paracetamol verlicht uiteraard tijdelijk de pijn, maar zorgt er dus ook voor dat een van die poortjes, weet ik veel, er zitten veel poortjes in zo'n zenuw uiteindelijk, dat die activeren, dat die openstaan. En dat daar in één keer schadelijke prikkels naar binnen kunnen. Ja, dus dat die drempel voor pijn verlaagt en wordt heel willekeurig. En nou gebeurt het niet super vaak meer dat specialisten zeggen, bouw maar een paracetamolspiegel op, maar dat gebeurt nog. Los van, en ik begrijp de klant heel goed, als je veel pijn hebt en je wilt niet de heftige pijnmedicatie slikken en je probeert met paracetamol een stukje van die pijn te dempen, kom je op lange termijn ook in de problemen. Helemaal in combinatie met een slaapprobleem wat je hebt gezien, helemaal in combinatie met een borstademhaling waar we nog 138 relaties van kunnen bespreken, die ook allemaal zorgen voor of het creëren van de pijn of het in stand houden van de pijn. Hetzij de überhaupt fungeren als een enorm herstelbelemmerende factor. Want daar hebben we het nu nog niet eens over. Dus het immuunsysteem zelf heeft ook zoveel relaties naar chronisch pijn in zulke specifieke patronen waar het voorkomt bij de intake, het bewijs dus gestapeld is, de relaties kloppen, de juiste interventie wordt gegeven en de chronisch pijn soms, in het ideale scenario, soms al binnen 4 weken voor 80% verminderd is. Maar in ieder geval zo'n duidelijke verbetering kent dat je 2, 3 maanden daarna mensen gewoon echt vaak van die pijnklachten af zijn. En komen tot een echt positief beeld over hun lijf. En over een positieve relatie zelfs met pijn. Dat is mogelijk. Het vergt alleen wel veel denken en weinig doen. Want ons doel is, elke intake verdient een klant dat er veel gedacht wordt en weinig wordt gedaan. En daarmee bedoel ik dus onder andere deze relaties meenemen. Dus stel, er komt een chronisch pijnpatiënt bij mij aan tafel of bij, even kijken, zit die vast vieze specialist ertussen. Nou, ik noem maar wat, Ellen bijvoorbeeld. Of, er zitten ook best wel veel vreemde mensen, dat is ook wel weer leuk. Nou ja, en zo nog tal van anderen, Maarten bijvoorbeeld. Wat je die klant gunt, is dat je elk domein wat je langs gaat, de juiste relaties erachter weet. En dat je niet, als je na één domein klaar bent, denkt, oh, slaap is super duidelijk, ik weet dat het chronisch pijn te maken heeft, kom joh, we gaan je slaap optimaliseren. Dat je niet in die valkuil stapt, maar dat je zegt, nee, we gaan ze alle 6 in kaart brengen. En we gaan ook kijken welke er eerst was. Dus is jouw chronisch pijn begonnen met het domein het immuunsysteem of begonnen met slaap? Want als je het domein weet te raken waar het mee begon,
dan valt dat vaak als een blokkenhuis wat erin stort, bouwt het patroon zich weer af. Hè? Want stel het begint met slaap. En die pijn is opgebouwd en dat is gaandeweg raakt stress en ademhaling in het immuunsysteem. En het lukt je daadwerkelijk om er bij die klant achter te komen dat het is begonnen bij slaap. En die persoon die slaapt echt weer goed. Dan optimaliseren ook de ademhaling en het immuunsysteem en de stress, die worden vanzelf beter, omdat het daar is begonnen. He, dus het is het meest dominante domein, zoals we dat altijd noemen. En daar gaan we straks nog even over redeneren. En dan, oh, maar ja, ik kan het de hele avond wel doen, maar ik moet ergens ook weer slapen natuurlijk. Ja, ik heb hier wel ook het ding over voeding achter en bewegen. Ik laat ze nu even achterwege weten dat ze allebei dominant zijn. Vooral bij voeding is er bijvoorbeeld sprake van een hoge maaltijdfrequentie. Echt 6, 7 eetmomenten per dag over een window van wel 15, 16 uur. Dus een heel lang stuk wordt er veel gegeten. Soms gezond, soms wat minder. En bij bewegen, nee, er wordt veel gezeten, et cetera. Wat ik wel even wil laten zien. Sowieso scoort deze klant zichzelf een schaal van 0 tot 10 een 6. Wat, nou, gezien de vragenlijst vrij optimistisch is. Maar ook dat cijfer is super subjectief. Hè? Dus daar kun je geen echte waarde aan hangen. Veel klanten zeggen na 4 of na 8 weken: hey, ik scoorde mezelf toen met een 6. Maar dat was eerder een 6 op een schaal van 0 tot 20. Hè? Want er zit veel meer in. Wat staat hier wel in het verleden blessures gehad? Staat in dat middelste kadertje. Ja, heel veel, maar nooit echt iets gescheurd of gebroken. Altijd vage, langdurige pijnklachten. Oh, en dat is. Je ziet dat zo vaak in vragenlijsten, dat precies waar we het nu over hebben. Hè, dus er is overduidelijk per domein zijn de redenen om te komen tot laaggradige ontsteking. Cytokines, prostaglandines, TNF-alpha, CRP, MCP. Dus verhoging van stoffen die normaal echt om een pathologie of een blessure zijn, die nu op een lager pitje in het lichaam zijn. Dat noemen we laaggradige ontsteking. En daar hoort ook een laaggradig klachtenbeeld bij. Dus geen superduidelijke klachten. Wel hele hardnekkige. En het is zo mooi als professional natuurlijk om te zien dat zo'n vragenlijst van begin tot eind helemaal klopt. En dat patronen zich opbouwen. We gaan dat natuurlijk straks verder in redeneren. Maar voor de cursisten die bekijken dit vaak als opfrisser. Want met deze kennis ben je nooit echt klaar. Helemaal niet als je het ervaren wat voor mooie resultaten je kunt behalen. Maar hou dat alsjeblieft in je achterhoofd. Als het gaat om vage klachten, is er vaak een vage oorzaak. En een vage oorzaak is niet dat je het niet kunt vinden, betekent vooral dat je meer kennis nodig hebt om daartoe te komen. Dit is ook een mooi moment om te zeggen: als je nog vragen hebt, dan stel ze in de chat. Ik kan tijdens het webinar dingen beantwoorden als ik eenmaal weg ben, niet meer. Weet je, dan is heel erg de vraag na zo'n vragenlijst. Hè, de conclusie is nu: elk domein is dominant en er springt er niet één bovenuit. En bij de hardnekkige chronisch pijnpatiënt ga je dat vaker en vaker zien. Tuurlijk ga je ze ook tegenkomen met, ik noem maar wat, immuunsysteem en slaap. Of stress en ademhaling, weet je, die ga je ook tegenkomen. Maar wat je meer gaat zien, is dat je meerdere domeinen ziet. En was zelfs al een beetje anders met 7 jaar geleden. Dus we zien in de casussen die cursisten aanleveren, zien we echt wel een toename in dat meerdere domeinen positief zijn. En er zijn veel cursisten die zeggen: ja, ik zie gewoon door de maatschappij, de verwachtingen, alle ballen hoog houden. Klanten die niks weten van gezondheid en niet de juiste keuzes maken, dat je gewoon ingewikkeldere klachtenbeelden ziet. En dat steeds meer behandelaars en trainers het zesdomeinenmodel als rode draad gebruiken, omdat het een mooi antwoord is op die multiproblematiek die we vandaag de dag zien. Dus de vraag is inderdaad, ja, hoe nu dan? Want ze zijn allemaal positief. Dus wat ga je nou doen? En ik heb weer iets heel moois bedacht, al zeg ik het zelf. En eerst, en ik ga straks ook antwoord geven op de vragen. Ik zie, ja, er komen rechtstreekse berichten binnen, dus anderen zien de vragen niet.
Maar ik zal ze er straks uitplukken. Eerst wil ik, nou, 3 minuutjes of zo, even wat vertellen over ons aanbod. Want er zijn ook mensen die luisteren, zijn behandelaar trainer. Die volgen ons al een tijd. Hetzij dat je ons op de Fitver hebt gezien, of eerder tijdens de advertentie, of op ons YouTube-kanaal, of op de mailfunnel. Weet je dat je dat al een tijd volgt? Of dat je voor het eerst deze advertentie zag, dat kan ook. Dan ben ik benieuwd wat je ervaring is. Zo'n patsboom in de avond, zo'n kennisdichte webinar. Ik wil even kort wat vertellen over ons aanbod. Het staat als een huis boven water. Ik zag vandaag, als ik zo'n webinar nog even weer voorbereid, ga ik altijd eventjes naar Google bijvoorbeeld. En dan kijk ik naar reviews en kijk even van, hey, wat voor dingen ga ik gebruiken. En er staat dus een huis boven water dat behandelaars en trainers die bewust voor onze cursussen slash opleidingen kiezen, daar hetzij verliefd op worden, hetzij heel enthousiast over zijn. En in ieder geval nooit het gevoel hebben van, hey, had ik dit maar niet gedaan. En dat komt los van dat de inhoudelijke kennis leidt tot veel meer houvast. En het resultaat wat mensen graag willen, is een hele complete benadering. Ik zei resultaat nu 2 keer. Het is een complete benadering die zorgt voor enorm veel resultaat. Zo zie je hier een snippet van Instagram, waar iemand met een structurele aandoening qua bloedwaardes binnen de norm gaat. Waar de aanpak die we leren altijd samen met andere medisch specialisten is en waar we ons bijvoorbeeld nooit met medicatie bemoeien. Daar hebben we onze strategie voor om dat lekker bij de klant en arts te houden, waarbij dat wel heel veel gebeurt. Adviezen, hier bijvoorbeeld, binnen 1 week veel dieper slapen en uitgeruster wakker, na 3 weken veel rustiger en lekkerder in de vel. Dus veel nadenken over een intake, wat kan er aan de hand zijn? De juiste adviezen geven en de juiste adviezen hebben op een korte termijn effect. Daar ga ik je straks nog wat over vertellen in het inhoudelijke deel. In ieder geval, tal van positieve reviews van behandelaars en trainers. Daarbij wil ik wel zeggen, het zijn behandelaars en trainers die ons vaak al een tijdje volgen, het gedachtegoed tof vinden, zo'n webinar hebben bijgewoond, om ook even te kijken van, hey, op wat voor manieren wordt er kennis gegeven? Soms vinden mensen het ja, niet wat ze ervan verwachten of wat ze zelf graag zien. Ja, dan moet je niet bij ons gaan zitten. Maar als zo'n webinar je aanspreekt, of zo'n heel drieluik spreekt je aan en je volgt ons op social media bijvoorbeeld, en je denkt, hey, dit is tof, gegarandeerd is elke dag een feestje. En bespreken we kennisinhoudelijke dingen, communicatiedingen en vaak ook al wel uit enthousiasme wat over ondernemen, want dat willen veel cursisten met het zesdomeinenmodel. En dat brengt ons tot, wat kun je volgen? Je kunt van allerlei dingen volgen. Ik wil je vooral introduceren met deze 3. We hebben de zesdomeinencursus, 4 dagen waarin je heel veel leert over elk domein, heel veel praktische tools en ook echt al hele gave resultaten. Dus het zijn maar 5 dagen. Ik durf te claimen dat het behoort tot de top 3 opleidingen in Nederland als het gaat om impact maken op gezondheid. Daar horen wij steenvast in. En als je het niet met me eens bent, moet je het zeggen. Maar als je het hebt gevolgd en je luistert nu. Maar in 4 dagen leer je echt mega veel. Er zijn altijd mensen die zeggen, hey, ik wil meteen, als ik ervoor ga, dan doe ik altijd alles. Hè. Deze mensen zijn er. Dan hebben we de jaaropleiding. Dat begint met 4 dagen zesdomeinencursus. Ja, dus het begin van de jaaropleiding is ook 4 dagen zesdomeinencursus. Vervolgens nog 5 keer 2 super specialistische modules. Voor ja, elke specialist zitten er nieuwe dingen in. Dus we hebben bijvoorbeeld een module chronisch pijn, waar we meerdere mensen hebben gehad in de chronisch pijnrevalidatie die echt goed in hun kennis zitten, die zeggen, hey, super toffe nieuwe dingen geleerd. Bij insulineresistentie, de mondflora, neurologie van bewegen van Wout, er is een feest aan inzichten. En is het een hele complete opleiding waar je echt, ja, hierna ga je een klant echt begrijpen. Dus ja, bij de zes domeinen kun je echt veel. Jaaropleiding is een flinke stap nog weer in die richting. En het derde is voor mensen die de zes domeinen cursus al losgedaan. Dus heb jij de zes domeinen cursus al gevolgd? Dan komt er nu een toenemende vraag naar mensen die zeggen, hey, nou wil ik graag de rest van de jaaropleiding doen. En dat kan. Mensen die ons volgen weten dat we daar altijd wat plekjes voor vrij houden. En ik wil je vooral vertellen, het staat volgens mij ook al in de tekst.
Je kunt instromen vanaf de module chronisch pijn. Dat is meteen na de 6 domeinen. En volg zo de rest van de jaaropleiding. Deze plekken zijn echt razend populair geworden. Dus normaal gesproken kon ik nu daar voor de 6 domeinen mensen zeggen: hey, boek de jaaropleiding en je kunt gewoon met de groep mee. In 8 november begint dat dan. Het eerste online college en dan 30 november, 1 december door in de module chronisch pijn. Inmiddels is die ram uitverkocht. En dat is echt, ja, voor ons is dat heel bijzonder, want dat is de eerste keer dat dat gelukt is. Dat is ook een ondernemersmijlpaal natuurlijk. Maar als je dus nu de 6 domeinen gaat hebben en je wil instromen, kan dat, begint het 26 maart met een online college in de avond. En dan heb je 18 en 19 april chronisch pijn. Dus ja, voert dat de druk op? Ja, dat doet het. Helpt dat marketingtechnisch voor ons? Ja, dat doet het ook. Waar ik je vooral bewust van wil maken, als je de 6 domeinen gedaan hebt en je denkt, oh, ik wil graag verder, dan ja, is er, als je het volgend jaar wil volgen, staat er wat druk op. Dan kun je ons als cursist gewoon mailen. Dus je kunt je niet op de site aanmelden, stuur gewoon een mailtje, info@visus.academy, en zeg, hey, ik heb de 6 domeinen gedaan, ik wil graag door naar de jaaropleiding. En dan heb je een van die, nou ja, weinige plekjes die er nog zijn. Doe je dus nu de 6 domeinen cursus, dan zijn er voor februari nog 10 plekken. Ook die gaan heel lekker en daar ben ik ook heel blij mee. Het liefst wil ik ook altijd maar zeggen dat er heel veel plek is. Dat is in dit geval niet zo. Vorige webinar viel dat best wel mee, maar nu nou, nog 10 plekken of zo. Wil je meedoen en je twijfelt over de jaaropleiding? Meld je dan aan voor de 6 domeinen en mail er alvast even bij. Hey, ik heb interesse in de jaaropleiding. Dan beginnen wij een mailtje te sturen als er nog een paar plekken over zijn. Dan houden we je gewoon op de hoogte. That's it. Dus dat over het cursusaanbod. Alice zegt nog, ik heb echt toffe resultaten. En uiteindelijk zelfs persoonlijke groei. Doordat iemand zich sterker en energieker voelt. Kijk, Alice, dat is heel, heel, heel gaaf. Dus bedankt voor het delen van je ervaring. Mooi moment om ook even wat vragen erbij te pakken. En dan gaan we door naar dat stuk patroonherkenning. En ja, weer leuke inhoudelijke relaties. Hier is een vraag. Hoe kun je slaapproblemen en ademhaling oplossen als dit probleem komt door een ontregeld zenuwstelsel? Onverwerkte emoties, trauma, bepaalde patronen. En als een klacht opgelost wordt, in hoeverre is dit blijvend? Ja, dat is een hele interessante vraag. Waarbij je kan zeggen dat dat niet volledig mijn expertise is. Dus ik ga vooral antwoord geven op het stuk wat wel mijn expertise is. Want wat ik heel erg zie, is er zitten behandelaars en trainers ook in de hoek van onverwerkte trauma's. En dat is heel gaaf. Ik ben ook echt voor. Zorg wel dat je een verdomd goede specialist bent, ook qua coach. Maar wat is de valkuil van een coach die zich alleen maar bezighoudt met trauma? Is dat in de intake elk trauma wat je hoort denkt, ah, dat is het. En dat je dan stopt met bewijs stapelen. Dus je flikkert bewijzen van al je fiches, hoppatee, op trauma. En je denkt, daar ga ik mee aan de slag op de manier hoe ik het doe. Dat is een hele grote valkuil. Want stel iemand heeft trauma meegemaakt. En dat kan zelfs het eerst zijn wat iemand heeft meegemaakt. Hè, en gaandeweg in het leven slaapt hij al jaren slecht. En dan borstademhaling en et cetera. Dan sneeuwbalt dat ook naar een patroon. Hè, dus bijvoorbeeld iemand die langere tijd slecht slaapt. Wordt ook kritischer naar zichzelf, verliest ook focus, krijgt brain fog, komen allemaal emotionele dingen bij. En dat hoeft helemaal niet allemaal samen te hangen met dat trauma. Dus mijn boodschap hierin, doe vooral niet de aanname dat trauma altijd de oorzaak is. Vraag tijdens de intake de dingen van het trauma uit, dat kan ik niet heel goed uitvragen, want daar ben ik geen specialist in. Maar vraag ook al die domeinen uit. En kijk dan, hey, kan ik die niet los van dat trauma ook optimaliseren? Want 9 van de 10 keer blijkt dat werken met die fysieke domeinen, hè, ook zorgt voor veel meer energie, of veel minder pijnklachten, veel minder spanningsklachten. En dan is het ook veel makkelijker om met dat trauma aan de slag te gaan, als je dat wil coachen of wil behandelen, of wat je daarmee wil doen. Dus ik kan niet volledig, je kunt alleen maar per casus bekijken, maar ik zeg altijd, een klant verdient 50-50. Dus in een intake, als het gaat om mentale problemen en je hoort praktisch alleen maar mentale problemen,
ga er 50% van uit dat het door iets mentaals kan komen. En ga er 50% van uit dat het door iets fysieks kan komen. Want elk domein uit balans heeft wetenschappelijk onderbouwde mentale karakteristieken. Dus trap niet in de valkuil dat iets mentaals ook door iets mentaals moet komen. Het kan net zo goed iets fysiek zijn. Dat vind ik heel erg. Oh, vind ik zo belangrijk. Dat is bij mij echt een snaartje wat je kunt raken. En als je een klacht volledig genoeg oplost, is het resultaat blijvend. Wat zien we veel terugkomen? Is als klachten weer terugkomen, zie je bijvoorbeeld dat door leefstijl, door de periode in het leven, bepaalde domeinen tijdelijk weer even wat uit balans gaan. Ik noem in dit geval een hogere borstademhaling, een slechter slaappatroon, et cetera. Waardoor klanten weer terugkomen door je zegt, hey, weet je nog, die adviezen voor het goede slapen en het ademhalen, dat blijft belangrijk om te doen. Klanten weer verder helpen, klachten nemen weer af en kunnen mensen vaak weer verder. Ja, dus daar heeft het vaak mee te maken. Leuke vraag, kan een spierenpeesblessure waarbij op de echo niks te vinden is, toch de oorzaak zijn van een van deze domeinen? Nou, zeker. Dus er is een spierpeesblessure. Het mooiste voorbeeld is toch wel Achillespeesklachten. En nog mooier, beiderzijds Achillespeesklachten. Dat heeft zo vaak te maken met insulineresistentie. Ik ga dat toch ietsje uitgebreider uitleggen. Jullie hebben een snaar geraakt met vragen. Oh, hoe ga ik dit begrijpelijk uitleggen? Oké. Energie komt in eerste instantie van glucose. Of het branden op ketonen. En een deel van die ketonen wordt ook omgezet in glucose. Dus je gebruikt als energie. Ja, dit moet je even van me aannemen, want dat kan ik niet helemaal in de diepte uitleggen. Maar het immuunsysteem zelf is de baas van die energie. Dus die bepaalt, daar gaat wel energie naartoe en daar niet. Op het moment dat iemand om wat voor reden dan ook scoort op het domein het immuunsysteem, dus daar is iets aangedaan, dan heeft dat veel energie nodig. Wat is een van de strategieën van het immuunsysteem om dat te doen? In de periferie, in dit geval kuit, Achillespees, wordt weefsel meer insulineresistent gemaakt. Dus niet totaal. Dus het is niet zo dat je geen glucose opneemt in het spierweefsel daar. Of in ander weefsel waar je energie nodig hebt natuurlijk. Maar minder. Want het immuunsysteem heeft centraal glucose nodig. Dus als je in de periferie een beetje aan de dimmerknop draait van de insulineresistentie, dan wordt daar niet alle glucose opgenomen en dat circuleert dus weer terug naar centraal. Want het immuunsysteem heeft het nodig om te herstellen. Kan ook met een griepje of zo, maar in dit geval gaat het om chronische klachten, dus het moet langer duren. Dus het immuunsysteem maakt die pees, spierweefsel daarbij, insulineresistent en er kan minder herstel plaatsvinden. Met als gevolg dat ontsteking in stand blijft. Waarom zeg ik dit met overtuiging? Want ik heb in het begin me ook wel eens een beetje een kwakzalver gevoel toen ik dit uitlegde. In de intake zie je dan ook vaak het immuunsysteem dominant. Je ziet langdurige Achillespeesklachten die niet beter worden door behandeling of niet op een echo bijvoorbeeld iets duidelijks te vinden. Maar de interventie die past bij het immuunsysteem, en dat ligt in de hoek van de maaltijdfrequentie, maar ik kan daar niet het hele advies bij geven, want dat is niet veilig, want ik kan niet het hebben over veiligheid en zo, dat duurt veel te lang om uit te leggen. Maar het juiste advies daarbij zorgt er vaak voor dat die Achillespeesklachten binnen 4 weken weg zijn. Ja, dus dat is enorm gaaf om op die manier bijvoorbeeld naar iets fysieks als Achillespeesklachten te kijken. En het is nog veel gaver als je bedenkt dat onderzoek laat zien, als het bijvoorbeeld om hernia's gaat, om een hele andere klacht te pakken, dat zelfs reviews al laten zien dat er iets is als een gut disc axis. Hè? Dus dat er een as is tussen je darmen en je tussenwervelschijf. En waar microbioomproblemen, dus de bacteriële stam in je darmen, in een dysbiose kunnen leiden tot tussenwervelproblematiek, tot hernia's aan toe. En dat al op het lijstje staat van een van de veel voorkomende veroorzakers van hernia's. Dus niet gewoon, dit zou iets kunnen zijn, maar ze zijn al zo ver dat ze zeggen, hé, dat hele laaggradige ontsteking, immuunsysteem, microbioom, dat kon wel eens een van de waarschijnlijke veroorzakers zijn van hernia's. Ah, jongens, ja, voor mensen die net dag 1 en 2 van de 6 domeinencursus hebben opzitten, daar bespreken we dat. Dat is om te snoepen. Ellen vraagt, zijn er ergotherapeuten geschoold in het 6 domeinenmodel? Oef.
Vast één of twee. Maar ik ben het overzicht kwijt. We zijn wel achter de website weer bezig om het te verbeteren. Sommigen weten dat we zo'n landkaart hebben waar veel specialisten op staan. Die doet het niet. Die zijn we ook weer nieuw leven aan het inblazen. Dus wellicht is dat binnenkort te zien op de site. Datzelfde geldt voor diëtisten. Er zijn er ook een aantal. Chantal Verwest is er eentje van Praktijkbasis. Die kun je sowieso opzoeken. Dus dat. En nog een vraag. Gebruik je dit model bij chronische pijn of ook bij chronische vermoeidheid? Nou, nog veel sterker. Wij hebben specialisten in de zaal, van fysiotherapeuten tot personal trainers, tot psychologen, tot coaches, tot leefstijlmensen die denken: wat heb ik nou echt geleerd op mijn voorgaande opleidingen? Dat hoor ik vaak. En qua energieniveau, qua afvallen, qua chronisch pijn, dat zijn wel de top drie dingen, denk ik. Dus chronisch pijn, afvallen, energieniveau. Tot darmklachten, tot het functionele staatje van auto-immuunaandoeningen, tot het chronisch vermoeidheidssyndroom, tot wat dan ook. En dat komt omdat het elk domein raakt. Dus voor mij is er fysiek niks completers dan dit. Los van dat kennis altijd vernieuwd en dat we dat bijblijven en binnenkort ook met een manier komen om dat op te frissen voor cursisten. Dus het is voor heel veel dingen van toepassing. Ja, heb je nu alvast een praktische tip? Nee. Ja, die heb ik wel. Maar als ik hier nu zomaar een tip geef, dan gaan heel veel mensen het proberen. En ik weet dat een aantal mensen gaan daar, omdat het niet het meest dominante domein is, duizelig van worden of vervelende ervaring bij krijgen. Dus ik, professioneel gezien kan ik dat niet doen. Dat is echt niet. Ja, het kan niet. Je kunt wel een specialist opzoeken en binnenkort hebben we weer een landkaart op de site. Dat wel. Oké, we waren gebleven bij. En nu. We hebben een klant, vrouw, 33 jaar. En die heeft chronisch pijn. En dus elk domein vrij dominant aanwezig. Hè? Shit. Wat nu? In ieder geval het belang om te voorkomen dat je gokt. Dus het tegenovergestelde van denk veel, doe weinig, is denk weinig en doe veel. En een mooi voorbeeld is, stel iemand heeft chronisch pijn, hè, en die slaapt slecht en die zegt op mijn verjaardag, ik slaap slecht. Dan is er altijd een idioot die noemt, oh, magnesium helpt. Ja. Los van dat er wetenschappelijke relaties zijn naar magnesium in slaap, kun je dat niet zomaar roepen. Als in, dan denk je heel weinig. Je zegt gewoon, magnesium. En vervolgens doet de klant relatief veel. Die gaat naar de winkel, die haalt een potje, die weet niet eens welke, et cetera. En die gaat het proberen. Maar hoe groot is de kans dat dat echt werkt voor die persoon? Ja, of voor alle 10, 20 anderen, waarbij je dat gewoon maar roept. Dus dat is geen professioneel advies. Ja. En waarom is dat heel belangrijk? Eén, voor elk probleem heb je het liefst een complete intake. Ja, want dat kan elk domein zijn, daar heb je net al wel een paar voorbeelden van gezien. En de meeste problematiek van klanten is al vrij complex. Dus bedenk even zo'n goed bedoeld advies, maar zomaar geroepen. Je hebt te maken met een klant. En die klant heeft een bepaalde ervaring. In dit geval heb je te maken met een chronisch pijnklant die al jaren slecht slaapt. Die is al bij de huisarts geweest, die is al bij een ontspanningstherapeut geweest, die heeft een keer een supplement geprobeerd omdat ze dat op Instagram voorbij is gekomen door advertenties. En die probeert zo één of twee keer per jaar, probeert ze iets, maar nog niets heeft geholpen. Dus hoe is die ervaring voor de klant? Die is niet positief, die is negatief. Wat doet dit met de perceptie over zijn of haar lichaam? Is dat een sterk lichaam wat makkelijk komt tot een oplossing? Of groeit daar de perceptie bij elke keer dat iets niet werkt, van hey, ja, dit is ook gewoon, mijn lichaam reageert ook gewoon niet zoals al die andere mensen. Dus mijn lichaam is daar uniek in. Dat is geen wenselijke perceptie om te hebben. En het gedrag wordt er steeds minder intrinsiek. Die gaat steeds minder zelf op zoek naar oplossingen.
gaat bepaalde adviezen helemaal niet meer uitvoeren. En tuurlijk klinkt het vrij onschuldig. Hè? Het is ook een voorbeeldje. Hey, magnesium, slaapprobleem, probeer maar. Het is relatief onschuldig. Maar bedenk je elke keer als je maar gewoon iets roept zonder daar echt met een klant bij stilgestaan te hebben, is dat als het niet werkt, stapelt het bij de klant bewijs voor, hey, ik heb blijkbaar een moeilijk probleem. En alleen al daarom loont het om veel te denken en weinig te doen. He, dus neem die klant met chronisch pijn en slaapprobleem, licht die eens helemaal door, plus alle andere expertise die je hebt op coaching vlak, fysiek vlak, want jullie weten ook dingen die ik niet weet natuurlijk. Ga nou eens echt kijken hoe is dat bewijs gestapeld en ga op basis daarvan eens een advies uitbrengen. He, doe dat. En dan is de kans in één keer heel groot dat je binnen 4 weken, dat iemand zegt, oh, ik slaap zoveel beter door jouw ademhalingsadvies en het geven van vitamine D. Zoveel beter. En dan heb je een positieve ervaring. Een positieve perceptie over het lichaam. Hé, mijn lichaam kan dit wel. Ja, ik moet alleen de juiste dingen doen. En dus ook weer intrinsiek gedrag. Dus we zien als je dit gedragsverandering model hanteert, dan zijn gewoon heel veel klanten die tijdens de eerste intake zeggen, oh, met voeding moet ik dat allemaal doen en moeilijk en dat kan niet, want ik moet thuis ook koken voor mijn gezin. En als het advies werkt, zeggen ze, oh man, ik heb zoveel gerechten opgezocht en ik voel me veel beter en ik ben met vriendinnen een soort van kookboekje begonnen en mijn kids doen mee. En dan is er geen probleem meer. Sterker nog, er is niet alleen geen probleem, er is gewoon een oplossing en heel veel enthousiasme omtrent gezondheid. En die komen de volgende keer weer en die zeggen, wow, vet man, wat nu? Ja, en we hebben inmiddels honderden casussen waarbij dat gebeurt. Ja, hoe gaaf is dat om dat te hebben? En het is geen toeval dat klanten met chronische pijn elk domein positief scoren. Het is geen toeval. Ik heb dat net al even kort genoemd. En meer kennis leidt tot het stellen van meer vragen, wat leidt tot het bieden van meer oplossingen. Dus je hebt net al verschillende relaties gezien per domein. Verschillende vragen op een vragenlijst gezien, waarbij je bij je klant in ieder geval al tijdens de intake kan oriënteren. Hey, scoort hij op ademhaling? En zie ik dat ook aan een borstademhaling? Hè? Dus gaan die sleutelbenen omhoog en is het een oppervlakkige ademhaling? Slaapt die persoon slecht en heeft hij chronisch pijn? Hey, dat klopt bij deze patiënt ook. Dus het leren van meer kennis leidt tot het stellen van meer vragen bij je klant en dat leidt uiteindelijk tot het bieden van meer oplossingen. En ik zal heus 1, 2 belangrijke adviezen delen in het laatste webinar. Dus het tweede webinar is nog iets heel inhoudelijks, wel al wat meer naar onderzoek en behandeling toe. Ik zal heus in het laatste webinar een paar adviezen delen waarvan ik weet dat iedereen dat kan doen zonder problemen. Maar het bieden van meer oplossingen vergt ook heel veel verantwoordelijkheid. Je kunt niet zomaar iedereen door dezelfde molen halen. Vooral niet met stress, met burn-outs, met dat soort dingen. Dat kan alleen maar als je daar veel over nadenkt en weinig doet. Dus de volgende denkoefening is de volgende. Even kijken. We hebben dus te maken met deze. We hebben die vrouw van 33. Hè, helemaal aan de rechterkant. En elk domein kan het zijn. Dus het bewijs ligt vrij gelijk verdeeld over alle domeinen. Ja? En ze was vroeger natuurlijk ook iemand. Maar dat geeft even aan dat het een tijdlijn is. Dan. Oh, wacht even. Ik moet het wel eventjes goed zeggen, anders wordt het heel verwarrend. Dus voor een deel gaan we nu kijken naar, hey, wat voor dingen wil je nog extra weten om te weten met welk domein je gaat beginnen? He, dus even, overal is het gestapeld. Slaap, stress, bewegen, overal ligt het. Welk domein ga je nu kiezen? Ja. Dat kan, zoals cursisten weten, op chronologische volgorde. Dus je gaat kijken, wat is er eerst? In dit geval wil ik even je aandacht voor het volgende. En namelijk, deze persoon die noemt, ik heb een voorgeschiedenis met eczeem. Had ik bijvoorbeeld als kind ook al. Ik heb het prikkelbaar darmsyndroom en ik ben elke winter snotterig. Ja, voor de cursisten die mogen even zeggen welk domein er nu dominant is in de chat. Hebben we een klein, vrij makkelijk toetsje.
Tegelijkertijd is er ook sprake van een laag energieniveau, algemene ochtendstijfheid en moeite met afvallen. En om het patroon duidelijker te maken, was er al van jongs af aan sprake van bloedend tandvlees en zijn haar keelamandelen verwijderd. Ja? Michel en Maarten hebben het inderdaad goed. Dit wijst de pijlen naar het immuunsysteem. Als je dit voor het eerst ziet, ik ga het toelichten. Dus, wat is hierin dus de strategie? Aan het eind van de intake weet je eigenlijk nog niet wat je moet doen op basis van de vragenlijst. Dus welke dingen gebeuren er per domein nog meer? Hoe wijzen de pijlen nou naar welk domein? En sowieso een laag energieniveau, algemene ochtendstijfheid, moeite met afvallen, hinten al een beetje naar het immuunsysteem. Dat ga ik nu niet helemaal toelichten. Ik ga vooral de dingen in het oranje kadertje uitleggen. En die daarvoor. Want keelamandelen verwijderen vindt zich plaats in de ring van Waldijer. De ring van Waldijer is een belangrijke lymfatische structuur. En een lymfatische structuur, daar ligt het geheugen van het immuunsysteem. Dus je wordt geboren met een aangeboren immuunsysteem voor de doktoren onder ons. En gaandeweg ontwikkel je je verworven immuunsysteem. Dat is basis fysiologie, medisch kennis. En dat geheugen zit dus van het verworven immuunsysteem zit in het lymfatisch weefsel. Amandelen verwijderen hoeft geen probleem te geven, maar is wel een predispositie op klachten. Dus logischer dat er meer keelontstekingen komen, dat je bloedend tandvlees krijgt. Dus dat zijn risicofactoren. Dus het is niet altijd zo, maar het kan wel. En dat nemen we mee. Tegelijkertijd heeft die persoon een voorgeschiedenis met eczeem. Dat kan ik nu alleen als basisrelatie uitleggen. Namelijk, we hebben primaire uitscheidingssystemen. Dat zijn je darmen, je lever en je nieren. Nou, verschrikkelijk om iets zo algemeen uit te leggen. Maar goed, misschien de volgende. We hebben nou meer diepgang. Dus je hebt darmen, lever en nieren als primaire uitscheidingsmechanisme. Als die te veel belast worden. Dus komen te veel toxische stoffen binnen. Er is te veel laaggradige ontsteking. Er is een open barrière van het immuunsysteem. Dan nemen de huid, de longen en de slijmvliezen het over. Met als karakteristieke huid, eczeem. Verhoogde ontstekingsgevoeligheid. Dus iemand heeft heus een genetische predispositie voor het ontwikkelen van eczeem. Maar door dat het immuunsysteem niet op de rit is, krijg je daar vele heftigere klachten van. Ja. Daarbij zie je dus ook eerder longproblemen. Dus in dit verhaallijntje zou bijvoorbeeld als kind astma heel goed passen of herhaaldelijk longontstekingen. En je ziet veel meer belasting op de slijmvlies in de neus. En dat past niet geheel toevallig in het verhaal, want deze persoon is elke winter snotterig. Dus de darmklachten heeft te maken met het immuunsysteem, het eczeem heeft ermee te maken, de snotterigheid. Wetende dat daarvoor al sprake is van bloedend tandvlees en dat de amandelen verwijderd zijn. Nu, omdat op voorhand het vrij gelijk gestapeld was, wijzen nu de pijlen meer naar het immuunsysteem. En dat kan inderdaad ook zijn bij acne. We zien hele mooie casen bijvoorbeeld met psoriasis. Psoriasis en eczeem zijn heus dingen die je genetisch echt meekrijgt. En psoriasis is een auto-immuunaandoening, dat realiseer ik me heel goed. Maar de juiste adviezen, de juiste domeinen behandelen, zorgt heel vaak voor veel minder klachten bij psoriasis. Dat er vrij snel alweer een nieuwe huid komt. Dus dat vooral de heftigheid van de psoriasis vaak vele malen minder is. En dat is ja, gewoon heel gaaf. We hebben volgens mij ook meerdere resultaten op de site. Weet ik niet helemaal zeker op psoriasis. Maar we zien dat veel voorbij komen. Dus zou deze persoon psoriasis hebben, wijst dat ook een extra pijltje naar het immuunsysteem. Omdat het met andere domeinen minder te maken heeft. Goed, om dat te verduidelijken, we doen even de chips weer opnieuw. Dus er liggen gewoon in exact dezelfde situatie weer op elk domein evenveel. En je denkt, fuck, wat moet ik nou doen? Om het makkelijk te houden en om iets te leren, zijn de eerste drie weer hetzelfde. Dus het lage energieniveau, de ochtendstijfheid en moeite met afval is hetzelfde. Daar zit dus ook de leerschool in. Veel dingen die de klant zegt, kunnen wel met elk domein te maken hebben. Ja, dus het is fijn om te weten bij welke dat wel zo is en bij welke niet. Ja, dus die eerste drie zijn vrij algemeen. Stapel maar op elk domein weer een fiche. Maar dan,
En cursisten mogen even weer meedenken. Zegt iemand, ja, ik had het zo vaag in mijn hoofd. Zo alsof er watten in zitten. En uit de intake, door het goed doorvragen naar stress, blijkt dat iemand heel kritisch is op zichzelf. En dat dat de afgelopen jaren is toegenomen. En dat er een enorme afname is van focus op werk. Ja. Nou wil ik van cursisten ook even in de chat kijken van, hey, hoe lekker zit je erin? Welk domein is dit? Even benieuwd. Een mooi lerenmomentje voor de vieze specialisten of vieze specialisten in spe. Wat minder snel reactie, en dat is heel mooi, want het is ook een iets lastigere. Ah, gelukkig. Gelukkig. Kijk, ze zijn er wel, hè? En ze zijn allemaal goed. Dus, onderzoek laat zien, als mensen langere tijd slecht slapen, tuurlijk, hè, laag energieniveau, ochtendstijfheid, moeite met afvallen, zijn dingen die we ook koppelen aan slaap, maar ook aan het immuunsysteem. En brain fog, meer zelfkritiek, afname van focus, die pijlen wijzen ook wetenschappelijk veel meer naar slaap. Dus op voorhand overal evenveel fiesjes. Maar nu denk je veel en doe je weinig. Vraag je goed uit, je twijfelt, je begint bij slaap een beetje te porren. Hey, ben je lekker gefocust op werk? Heb je wel eens watten in je hoofd? Hoe functioneert jouw brein overdag? En dan zijn dit hele typische dingen voor het domein slaap. Dus stijgt de kans enorm, in dit geval zou ik beginnen met advies om iemand beter te laten slapen. Want weet goed, per domein zijn de adviezen totaal verschillend. Er zijn wat raakvlakken. Maar de meeste adviezen zijn totaal verschillend. Dus het maakt daadwerkelijk uit welk domein eerst komt. Nou, dan heb ik er nog eentje. Wederom de bovenste drie hetzelfde. In dit geval, net als bij slaap, ook niks in de voorgeschiedenis. Dat kan, maar dat hoeft niet altijd. En nu gaat het meer om bekkenbodemproblemen. Heeft iemand last van klemmen en knarsen? En voelt zich dan gejaagd en heeft last van een kort lontje. Dus dat is de extra informatie die bij de intake naar boven komt. Dus uiteraard eerst aan de cursisten. Wat is het nu? Oh, wat zijn jullie goed, hè? Ik ben echt een trotse papa. Jullie maken dan wel niet van dit soort tekeningen. Maar dit doet mij goed. En als je ook als cursist en ook als je denkt, hey, ik weet niet waarom. Als je donderdag, vrijdag een cursus hebt of ergens anders, ik wil het gerust nog een keer weer opnieuw uitleggen. Ik wil alles 100 keer uitleggen, als we het maar snappen. Het meeste bewijs ligt dus nu bij het domein ademhaling. Onder andere omdat het diafragma zowel mechanisch als neurologisch hele belangrijke input geeft naar de bekkenbodem. Ja, dat doet het immuunsysteem niet, dat doet slaap niet. Dat doet stress niet. Stress al indirect via ademhaling natuurlijk, maar dat moet je nu even los van elkaar zien. Klemmen en knarsen, voor mij de hoofdveroorzaker. Ik schreef er vanochtend een artikel over voor het NVBT, voor mondhygiënist is dat. Voor mij is ademhaling de hoofdveroorzaker voor klemmen en knarsen. En een gejaagd gevoel is eigenlijk los van dat er iets met het hart kan zijn, dan gaat iemand eerst naar de cardioloog. Maar gejaagd gevoel, een hartklopping en een kort lontje is niks meer dan de overprikkeling van de plexus cardiacus bij het hart. Wederom op basis van een borstademhaling. Dus op het moment dat je veel denkt en weinig doet, dus met veel parate kennis komt, en geloof me, dat is flink oefenen hoor, ook na 4 dagen, ook na een jaaropleiding, blijf dat oefenen. Maar hoe beter je hierin wordt, hoe beter je bij de intake weet, joh, ik moet gewoon daar zitten. En dit is de juiste interventie. Want per domein kun je ook nog weer kiezen voor andere interventies. En de gaafste manier van werken, sowieso. Maar dan is groots resultaat ineens een logisch gevolg van. Dus er zijn meerdere cursisten. En Jimmy zei het wel heel mooi tijdens dag 3 en 4 van de 6 domeinen cursus. Hij zei eerlijk. Ik geloofde niet wat er op de website stond aan resultaten. Qua diabetes, qua chronische pijn, qua energieniveau, qua afvallen. Hij zei, ik geloofde niet. Ik dacht, dat is gewoon een marketingtruc. Hij zei, nou ben ik 4 dagen aan de slag met kennis van dag 1 en 2.
En ik haal gewoon die grote resultaten. Ja, niet bij alle klanten, maar bij de klanten waarbij die kennis nodig is. En grootste resultaat mogen we weer meer verwachten in onze maatschappij. Hè? Want klanten zijn gewoon ja, negatief gewend, dus niet verwend geraakt, maar negatief gewend geraakt aan dat interventies maar een beetje werken. Ja, dus ik heb last van stress, ik ga naar de huisarts, ik slaap slecht, ik krijg melatonine, dat doet het net niet. Ik ga naar een diëtist, ik wil afvallen, met een beetje geluk val ik een kilootje per week af, maar ik kan het moeilijk volhouden, want het gaat om hele schema's. Dus het is niet in balans, de mate van inspanning die ik moet leveren voor het resultaat. Iemand zegt, probeer magnesium voor mijn slaapprobleem, probeer het, doet net niks. Nee, dat klopt, want er is maar weinig over nagedacht en er wordt relatief veel gedaan. En dat is niet handig, gezien het overgrote deel van onze klanten, ook in deze drukke maatschappij leven, daar last van hebben. Het gevoel hebben dat ze allemaal ballen moeten hoog houden. Dan gaan ze eindelijk iets doen voor hun gezondheid en dan krijgen ze niet het goede advies. Ja, dat hoort niet. Dat is een slechte zaak. En voor mij is de gouden standaard al een hele bult in de richting van wat ik vandaag heb besproken. Dus ik zeg altijd. Ik ben verliefd op anatomie, fysiologie, biomechanica. Ik heb een zakelijke relatie met wetenschap en een enorme passie voor het delen van kennis. Dus hoe ik het communiceer, bedoel ik met dat laatste. En de zakelijke relatie met wetenschap is niet, ik gebruik het zo min mogelijk, maar ik blijf up-to-date van alle relaties op alle domeinen en alle nieuwe ontwikkelingen. En ik stem dat af met anatomie, fysiologie en wat ik in de praktijk zie. Dus ik ben er strontallergisch voor als mensen alleen op wetenschappelijke relaties de praktijk ingaan. Want dan is het, ja, dit onderzoek laat zien dat we met slaap dit moeten doen. Zo, ja, maar dan laten nog 138 andere onderzoeken ook allerlei dingen zien. Dus voor mij is de gouden standaard, denk veel, doe weinig. Dat betekent bewijs stapelen bij de klant. Goed doorvragen, het verhaal van de klant meenemen, wat we misschien in het volgende webinar nog wel extra gaan doen. Om vervolgens zo, zowel fysiologisch als biomechanisch en wetenschappelijk, samen te komen tot het juiste, wat ook nog eens praktisch haalbaar is. Ja, dus er mag een vleugje communicatie en strategie ook weer daaroverheen. En voor mij is dat de gouden standaard. Dus niet alleen doodstaren op wetenschap, want als de wetenschap zegt, we weten nog niet zeker, ga je dan niks doen bij mensen in nood? Ja? Of ga je zeggen, hey, met deze en deze wetenschappelijke onderzoeken suggereren ze dat dit het beste werkt en dat het veilig is. En deze dingen die ik in de intake hoor, stapelen ook bewijs voordat we iets moeten doen met het immuunsysteem. Lekker, weet je, dat is een goede aanpak. Altijd veilig. Huisartsen, andere specialisten zijn er altijd fan van als je overleg hebt, ook met zo'n holistische aanpak. Het mes snijdt aan twee kanten. Ja, en dat is super belangrijk. En er zijn ook heel veel relaties die we wetenschappelijk wel helemaal kennen. Vind ik heerlijk. Maar goed, we gaan richting het einde van het webinar. Als je vragen hebt, stel ze in de chat. Want dan kun je me nog even bezighouden. We zijn ook, jezus, we zijn alweer alweer bijna 2 uur onderweg ook. Goed. Wat gun jij je klant? Want ik begon met de quote: een klant met chronisch pijn verdient het dat de behandelaar veel denkt en weinig doet. Dus veel nadenkt over wat er moet zijn en maar 1 of 2 haalbare interventies geeft die wel een groot resultaat behalen. En ik hoop dat ik je aan het nadenken heb gezet over wat voor specialist wil je zijn. Hoe doe je de intake al en wil je wellicht dingen aanscherpen? Denk je wel eens na daadwerkelijk op strategieniveau over de intake? Hè? Want dit is natuurlijk nu helemaal voorgekoud, maar daarbij wel het beste leermoment. Hè? Dus redeneer je al voor een deel zo met de kennis die je hebt? Of is het een open uitnodiging om weer meer adequate kennis te hebben? Is het wellicht een uitnodiging om een van de opleidingen te volgen? Want hè, dat is natuurlijk ook wat we met dit soort webinars doen. Maar we zijn praktisch uitverkocht, dus zoveel promote ik niet. Maar ik hoop dat ik dat vooral bewerkstelligd heb en uiteraard laten zien dat klanten hebben tegenwoordig een brede aanpak nodig. Dit is zo één van de casussen, maar zoveel mensen hebben op 2, 3 domeinen problemen. En die domeinen hebben weer relaties met elkaar
En in een strategie kan juist ademhaling bovenstaan, maar, en daarna pas slaap, maar het kan ook andersom. En wanneer is dat dan zo? Hè? Dus er komt heel veel bij kijken. En gun jij je klant dat mooie resultaat? Weet je wel? Dat is gaaf. Deze klik nog heel eventjes weg, want er waren nog wat inhoudelijke vragen. Anneke vraagt, kan een bekkenbodemprobleem ook bij andere domeinen horen, bij stress bijvoorbeeld? Ja, ik zou hem niet snel bij stress plaatsen, omdat stress op zichzelf niet per se zorgt voor een dysfunctie van de bekkenbodem. Misschien iets door toegenomen tonus. Maar ik zou hem dominanter plaatsen bij dat mensen door stress of zomaar door hun borst ademen en door die ademhaling dan bij de bekkenbodem terechtkomen. Dus in mijn strategie is ademhaling belangrijker dan stress voor de bekkenbodem. Ja, totdat de klant binnenkomt waarvan je denkt, dit is helemaal stress. Hè. Het kan altijd, maar in eerste instantie in mijn strategie heb ik altijd eerst ademhaling en dan stress. Ik heb sowieso heel veel domeinen boven stress staan, terwijl stress een van de meest voorkomende problemen in onze maatschappij is. Nou, misschien kan ik het daar ook over hebben tijdens het tweede webinar, want ik heb nog wat spots open. Waar je het uiteraard hè, wel aan kan voegen, is ook het domein bewegen. En vergeet alsjeblieft niet dat er hele goede bekkenbodemspecialisten zijn, waaronder Alice, oh, die is er inmiddels uit. Maar ze had net ook een vraag, Alice Sands, een hele goede bekkentherapeut, 6 domeinen gedaan, werkt heel veel samen met medisch specialisten. Dus daar zou je heel goed terecht kunnen. Hoe is de relatie tussen bruxisme en ademhaling? Kan dit echt een veroorzaker zijn en kan het hiermee ook te verminderen zijn? Nou, kan het een veroorzaker zijn? Het is in mijn optiek 9 van de 10 keer de veroorzaker. Voor mensen die niet weten wat bruxisme is klemmen en knarsen. Het meest karakteristiek tijdens de nacht en dat je dan 's ochtends wakker wordt met heel veel pijn. Overdag kan het ook, maar dan is het een iets andere variant. Ja, wat zijn een paar dominante relaties? Ik zal je toch een beetje bedienen in deze. Allereerst, iedereen met bruxisme is ook een borstademhaler. Ik heb het nog nooit andersom gezien. Dus dat is zo tot het tegendeel bewezen is. En heel veel cursisten zijn met me in deze materie. Wat doet een borstademhaling? Een borstademhaling zorgt allereerst voor überhaupt een hogere tonus. Eigenlijk voor alle spieren in het lijf, want de hele stressas raakt meer geactiveerd. Hè? Dus de hypothalamus, hypofyse, bijnieras. Dat zorgt überhaupt voor meer tonus, ook voor een hogere hartfrequentie en bloeddruk en zo. En we zien dat spieren als een trapezius, een masseter, een temporalis meer worden getroffen door die verhoogde tonus, dus voor die hypertonie. Dus een borstademhaling zorgt daarvoor veel meer tonus. Tegelijkertijd zijn er meerdere modellen die bijvoorbeeld via een deep frontline de tonus verhogen, specifiek naar een masseter en een temporalis. Of via de relatie wat het diafragma heeft met het hyoïd, de spanning verhogen naar de kaak. Waardoor je dus een vele hogere spierspanning krijgt. En ik vind het van de zotte dat als het gaat om behandelstrategie, dat we bijvoorbeeld triggerpoints bovenaan zetten in de strategie. Dus dat we zeggen, hey, de masseter of de temporalis, hè, die hebben daar veel spanning. Laten we triggerpoints behandelen. Daar snap ik echt geen reet van. Waarom snap ik daar geen reet van? Omdat als het gaat om strategie, ga je afvragen waarom staat die spier op spanning? Dus haal die zenuw weg van die spier en er is geen spanning. Ja, want een spier reageert alleen op en is niet een zelfveroorzaker van. Dus een hogere toon is altijd de vraag: is er iets met die perifere zenuw of is het meer centraal? En in dit geval zie je dus qua ademhaling, weet je, ga maar eens met je hulpademhalingsspieren 15 tot 20 keer per minuut ademen. De hele dag, elke week, elke maand, elk jaar. En het dan gek vinden dat er heel veel tonus doorstijgt naar de kaak. Dus in diezelfde strategie, ga maar eens een klant die borstademhalend binnenkomt met klemmen en knarsen, waar misschien stress en andere domeinen ook nog spelen, want slaap heeft ook een relatie naar bruxisme. Ga daar maar triggerpoints behandelen, wat heel veel pijn geeft en dus ook nog meer orthosympathische prikkeling. Dan denkt de klant, oh fijn man, er wordt echt goed op de pijnlijke plekken gedrukt. Ja, dat snap ik. Dat voelt ook heel lekker. Heb ik zelf nog wel eens met al mijn kennis. Dat ik denk, er moet iemand gewoon even op pijnplekken duwen. Maar... En dan gaat iemand
borstademhalend 15 tot 20 keer per minuut. Ja, overactivatie, deep frontline, heel wiet, gaat hij gewoon weer naar buiten. Ja. Dus als je het hebt over strategie, nadenken over bruxisme. Hey, wacht even, we plaatsen ademhaling in ieder geval erboven. Alle andere domeinen kan ik er niet bij halen. Dat vermindert zo vaak al binnen 4 weken zoveel klachten. Mocht er dan nog wat restspanning zijn, weet je wel. En we gaan het patroon verder afbouwen door nog wat triggerpoints te behandelen. Hoor je mij niet. Maar dan heb je nagedacht over wat hoort er eerst en wat komt er daarna. En soms bestaat een strategie gewoon uit 2 componenten. Ademhaling, triggerpoints. Vaak bestaat het uit meerdere dingen. Maar al wat, en weet je, voor elk probleem geldt dat. Denk eerst eens na over hetgeen. Dus behandelaars en trainers neigen heel snel naar. Voor bruxisme ken ik dit. Voor restless legs ken ik magnesium. Voor slaapproblemen ken ik dit. En dat is een enorme dooddoener, want je gaat gewoon lijntjes leggen tussen hokjes waarvan je niet zeker weet of dat bij die persoon zo is. Ja, dus. Prikkelbaar darmsyndroom, voeding. Ja, hoezo? Waarom kan het niet op basis van een slaapprobleem? Laat onderzoek ook zien. Dus sluit die dingen niet uit. Wees een goede specialist. Kijk breed en dan pas nauw. Dus eerst bewijs stapelen en dan een aanname doen. Deze 2 domeinen zijn het meest dominant. Ja, of 1 domein, kan natuurlijk ook. En dan zegt, behandel je na de intake altijd hands-off? Nee, zeker niet. We gaan het bij dag 3 en 4 ook gaan we het hebben over. Ik ben zelf enorm fascia behandeling en ik heb 4 van de 5 jaar osteopathie gestudeerd. Ik ben heel erg voor hands-on. Ook in onderzoek wel. Gaan we dag 3 en 4 ook iets over hebben. Dus zeker kan dat nog steeds. Het gaat heel mooi samen. Er zit ook valkuil in, maar het gaat ook heel mooi samen. Tom, die heeft wat meer voorkennis, zegt, kun je een diafragma hoogstand manueel onderzoeken? Wacht even. Of ga je er simpelweg vanuit bij een borstademhaling? Nee. Hier zit een valkuil in denken. Dit kan niet iedereen volgen, ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Een hoogstand van het diafragma is een verminderde tonus van het diafragma, waardoor die eerder in expiratiestand komt te staan, dus in uitademhalingsstand, waardoor je eerder een kyphose krijgt. Dat staat op zich los van een borstademhaling. Ja, dus je kunt ook een borstademhaling treffen met de tegenhanger van de hoogstand, namelijk de laagstand. Dus koppel die 2 los van elkaar. Die hebben, dat is foutieve denkwijze. En kun je een hoogstand diafragma manueel onderzoeken? Ja, dat kan. Als je weet hoe dit moet, hè, dus klant gaat helemaal in flexie voorover gebogen, met je handen kom je zo mooi ietsje rechts van het borstbeen bij de ribberrand uit. En als hij helemaal voorover buigt, de klant, kun je heel mooi tonus palperen. En als je dat 10, 20 keer gedaan hebt, en de ene keer was het bij een laagstander, waar de tonus op het diafragma heel hoog is, en bij de andere was het bij een hoogstander, waarbij de tonus heel, zeg ik het goed, bij de ene keer palpeer je een diafragma laagstand, waarbij de tonus heel hoog is, en bij de andere keer palpeer je een diafragma hoogstand, waarbij de tonus heel laag is. Als je dat gevoel eenmaal verschil eenmaal gevoeld hebt, dan kun je dat heel goed manueel onderzoeken, zeker. Leer je in de 6 domeinencursus ook behandelopties van de verschillende domeinen? Ja, zeker. Dus we gaan daar precies op in, bij welk domein horen welke adviezen. Zeker weten, ja, 100%. En ik zeg altijd, als je 6 domeinen gedaan hebt en je zegt, dat zat er niet in, dan krijg je je geld terug. Dat durf ik inmiddels wel te zeggen. Ellen zegt, aanvullend op mijn vraag over hands-on, ik ben ergotherapeut en zou graag aan de slag willen. We zien oefentherapeuten, ergotherapeuten langzaam ook bij de 6 domeinencursus aanhaken. Oefentherapeuten die ook niet per se hands-on werken. Die ja, een enorme expertise verwerven en gewoon hun klanten hiermee ook helpen. Dus tuurlijk kun je ervoor kiezen ook met een fysiotherapeut samen te werken. Je ziet veel samenwerking met mensen die de 6 domeinencursus doen, of mensen gaan bij elkaar in dienst, of ze gaan samenwerken, omdat je hetzelfde gedachtegoed hebt, dat is fijn natuurlijk. Maar zeker als ergotherapeut, hoeveel hebben we er nu gehad? Ik denk maximaal 10 de afgelopen 7 jaar een ergotherapeut. In de wereld van de ergotherapie is 6 domeinen nog niet groot. Ook meteen een mooie mogelijkheid om je te onderscheiden natuurlijk.
Maar je kunt hier zeker zelf mee aan de slag. Zowel met de zes domeinen als de kennis van de jaaropleiding. En je hoeft er niet mee samen te werken. Het versterkt wel, maar dan bepaal je. Hey, ik als ergotherapeut ben vooral met deze domeinen bezig. En die fysiotherapeut die tackelt juist dat andere zo mooi. En dan ben je een mooie versterking voor elkaar. Ja, dus dat kan wel. Goed mensen, nou dat jullie blijven zitten tot het eind is het mooiste compliment wat ik kan krijgen. Het volgende webinar gaan we dieper, ja niet alleen dieper in, we gaan zowel verdiepen als verbreden. Dingen waarvan ik cruciaal vind dat het nodig is, waar je ook echt iets mee kunt in de praktijk. Casussen, voorbeelden, ziektebeelden. Als je denkt, hey, ik heb een relatie die wil ik heel graag voorbij horen komen, mail het me even, dus niet in de chat, maar mail het me even. Ik heb nog een beetje tijd vrij, dus ik kan nog wat schuiven en wat voorbeelden geven. Ik kan niet alles meenemen natuurlijk, maar wel tof om wat extra's te doen. Ja, en ik wil afsluiten, ik sluit elk webinar af. Denk veel, doe weinig. Ja, dus ook als je deze kennis niet hebt, kun je nog steeds veel denken en weinig doen. Dus roep niet zomaar adviezen. Denk eens na, weet je dat? Hè, weet je wat je zegt? Dus als fysiotherapeut had ik dat zelf heel erg. Met bijvoorbeeld vragen als algemene ochtendstijfheid en nog een hele reeks. Ik wist gewoon niet waarom ik ze vroeg. En op wat voor domein het aanstuurde. Of hoe ik kwam tot een interventie. En dat was met verschillende aandoeningen zo. En met verschillende hulpvragen van klanten. Ik weet gewoon niet hoe je daar komt. En het begin is denk veel en doe weinig. En tuurlijk, op het moment dat je denkt, hey, ja, ik wil hier echt meer mee en dit is de manier waarop ik het wil leren, ga je nooit spijt krijgen van die 4 dagen, 6 domeinencursus. Ik heb sowieso nog nooit iemand gehad die naar de jaaropleiding sowieso had, ik had er spijt van. Op de website wordt heel uitgebreid uitgelegd wat je kunt verwachten, voor wie het is, wat het kost, accreditatie, etc. Je kunt alles vinden. Vragen kun je mailen. Ik zie in de mail meteen 2 jaaropleiding aanmeldingen en ook al wat interesse. Dus heb je de 6 domeinen gedaan en je wil in 2024 de jaaropleiding doen, ja, dan zijn daar nog iets van 3 plekjes. Voor de 6 domeinen zijn nog steeds iets van 10 plekken. Dat is uit mijn hoofd. Het kunnen er 9 zijn of 11. Maar daar in ieder geval, dat puur voor het praktische. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de vragen, de interactie. Dat is voor mij natuurlijk ook een stuk leuker. Leuk om ook weer bekende koppen te zien, waaronder bijvoorbeeld Maarten. Dus superleuk dat je er weer bij was, Maarten. Dus heel graag gedaan ook. Ik zie jullie volgende week, zelfde tijd, weer terug. En kon je er niet bij zijn, kun je op YouTube natuurlijk terugkijken. Maar bij de live bij kun je vragen stellen. Dus bedankt voor jullie bedankjes. En nog een hele fijne avond. Hoi hoi.